interviewen, want we zitten al 13 minuten voor de wedstrijd, dus dat wordt nog spannend. Ja. We zien u zo meteen weer terug en wij gaan lekker samen de wedstrijd ja, voor ik u ben heel erg benieuwd. We gaan er iets van maken, dankjewel. Ga naar huis. Maakt niet uit, hè? Nee. Hoe lang? Ja, dat is goed. Ik wacht even op een duimpje. Goedemiddag, welkom bij de laatste thuiswedstrijd van Lectatec in dit seizoen in de Women's Basketball League. En die gaan we vanmiddag niet alleen kijken, maar dat ga ik doen samen met René van der Wielen. René, welkom. Dank je. Kind aan huis hier in Bemmel, hè? Ja, menig uurtje hier en ook zeker een hal hiernaast doorgebracht. Ja, dat ja, klopt. Ja. En want in principe eigenlijk nagenoeg altijd Bemmel. Hè? Je hebt een uitstapje gemaakt via Emmerich na het eerste seizoen Dutch Basketball League bij Matrix Magics toen in Nijmegen. Ja. Waar je toen Guido Groenendijk en Nick Domhoff meenam vanuit Emmerich. Ja, dat klopt. Het eerste seizoen. Oh, al even terug in de tijd. Hè? Zeker weten. Maar dan moeten ze ook tevreden stellen dat we nu in Bemmel ook Dutch Basketball League hebben voor het eerste jaar. Ja, dat is natuurlijk geweldig. En het is jammer dat we het allemaal niet... hier in de sporthal kunnen meemaken, maar al op de livestream is het natuurlijk al mooi. En super dat dat hier dit jaar gelukt is. Ja. Hey, we gaan dan kijken vandaag naar Lectatec tegen Den Helder. Ja. Den Helder en Lectatec eigenlijk allebei wel bezig aan een goed seizoen. Al was in het begin van de herstart toch de uitslag wel redelijk duidelijk in Den Helder. Hè? 88-52. Ja, dat klopt. Ik heb die wedstrijd ook gezien. En wat me toen opviel is dat de dames van Lectatec eigenlijk stopten om de energie voldoende in de wedstrijd te steken. Ja, dan ga je het niet meer redden. Dat was jammer. Daarna hebben ze volgens mij 11 wedstrijden op rij gewonnen, als ik het goed heb. Ja. Dus dat was een goede wake-up call is het daar geweest in Den Helder. Ja, nu komen ze van een streak van 2 nederlagen tegen toch wel belangrijke wedstrijden en tegenstanders die misschien in de play-offs ook nog tegenkomt. Dus eens even kijken hoe het vandaag zich ontwikkelt. Ja, zeker die tegen Gasselpers, die doet wel een beetje zeer denk ik nog als ik dat aan Vincent zou vragen. Was een leuke wedstrijd om te zien, veel energie en... Nee, die had ook de andere kant op kunnen vallen. Ja, maar ik denk dat dat ook in deze fase van de competitie zo is. En dat zal ook nog wel zo blijven. Want ik zie geen uitgesproken favoriet voor de titel op dit moment. Nee, dat denk ik ook niet. Als we kijken naar Den Helder. Mario Bennis nu bezig met zijn tweede seizoen. Heeft dit seizoen wel natuurlijk echt een powerhouse inside erbij gekregen. In de vorm van Courtney Treffers. Hè, die veel, ook met name scorend, zich er heel veel mee bemoeit met 17 punten. Ja, zo voor fix wat dreiging inside, voor wat rebound power en is toch wel in staat om, om 30 minuten op een hoog niveau te spelen, dat zonder meer. Ja, ja. Want je Nederlands team heb je ook wel met een aantal speelsters van Den Helder gewerkt, hè? Met Yannick, met Maaike denk ik ook nog bij de senioren. Ja, als assistent van mij, dat ja. Ja.
En ook Sarah Curran heb je natuurlijk hier in Bemmel wat tijd mee door mogen brengen. Ja, ik heb met Sarah toen een beetje individueel getraind en hier in de schaapskooi wat geschoten. Ik was toen weer geleid om overdag wat extra training te geven en veel schottraining gedaan. Had ze eigenlijk niet nodig, maar je moet schot ook nog wel even onderhouden. Nou ja, het heeft in ieder geval gewerkt. Tegen Utrecht gooiden ze er 23 binnen. Ja, en ik vind Yannick ook, die heb ik voor het laatst gescoord en getraind in de onder 20. En ook een belangrijke speler, ik heb altijd een goede constante speelster gevonden die ook heel belangrijk is voor het team. Ja. Bronzen plak zelfs nog, Nederlands team. Ja, dat klopt. Ja. Je bent wel een garantie weet je, voor kampioenschappen ook, want met de heren van Bemmel heb je ook een aantal kampioenschappen aan elkaar gehangen, maar toch wel de mooiste René was denk ik die in Landsmeer. Ja, ik draag het nog steeds met plezier, het shirt dat we van 3-0 achter uiteindelijk met 4-3 in de laatste playoff serie wonnen. Met een heel ander team als wat er nu staat, dus het is allemaal verleden tijd, dus ik ben heel benieuwd wat er nu dit seizoen gaat gebeuren. Ja precies, want je ziet nu Vincent van Sliedrecht als coach aan het roer staan bij Lectatec. Eigenlijk met nagenoeg dezelfde selectie als vorig jaar. Wat is het recept van Vincent? Nou ja, ik denk dat een aantal speelsters wel goed hebben gemerkt vorig jaar waar het op aankwam en dit jaar de knop wat hebben omgezet. De scores zijn wat beter verdeeld. Het hangt niet af van één of twee speelsters. We hebben 4-5 mensen die toch wel goed kunnen scoren en dat is belangrijk. Ja. Dat je niet zo afhankelijk bent van een Lisanne alleen bijvoorbeeld. Nou, precies, je ziet dat Anne, Julia en Yveske echt ook wel aansluiten. Ja. René, wij gaan richting commentaarpositie, want het is bijna 6 minuten. En dan moeten we het woord laten aan Wim Biesters. Gaan we doen. En dat gaan we doen. En dan zien we elkaar zo meteen weer aan die kant. Oké, dankjewel. Tot zo. Yep. Oh, sorry hoor. Goedemiddag en welkom in het sportcentrum de Schaapskooi bij de wedstrijd tussen de teams van Lectatec en Dozing Den Helder. Voor Lectatec vanmiddag de laatste wedstrijd in de reguliere competitie voordat over ruim een week de play-offs van start gaan. En de kaarten lijken inmiddels aardig geschud. Na twee nederlagen op rij lijkt een derde plek het hoogst haalbare voor Lectatec. Tweede plek zou nog mogelijk zijn, maar dan moet er eerst in ieder geval vanmiddag gewonnen worden van een helden. En dan nog afwachten wat de laatste wedstrijd volgende week, zaterdag, tussen een helden en binnenland gaat opleveren. Want zij zijn namelijk verwikkeld in een spannende strijd om plek 1. Maar aan de andere kant, het is een spannend slot en mooier kunnen we het eigenlijk niet maken. Belangrijk voor het team van Vincent is om met een goed gevoel volgende week de play-offs in te gaan. En dan wil ik nu beginnen met het voorstellen van beide teams. Te beginnen met onze gasten uit Den Helder. Met nummer 5, Yannick van Veen. 7, Kiki Fleuren. 8, Amber Lennekabessie. 9, Agnes van Stijn. 10, Femke Slim. 11, Maaike Klein. 13, Max van Lingen. 14, Zoe Slachter. 15, Sanne van Boelgeest. 16, Lotte Toornstra. 17, Sarah Curran. En 18, Colby Treffers. Niet spelend, Leonie Plagmeijer. Team staat onder de leiding van coach Mario Bennis. En hij wordt geassisteerd door Dirk van Kalsbeek. Dozing Den Helder. Van Lectatec.
Met nummer 0, Yveske Hoek. 2, Tamar voor de Poort. Nummer 3, Rinske Scholden. Nummer 5, Gracie Roberts. 6, Jordi Kappel. 7, Anne van Vlijmen. 8, Julia Joortsma. 10, Lisanne de Jonge. 11, Aya Dariep. 12, Kato Koenen. 17, Aza Kandebeen. En 21, Dirk Ravenstein. Die spelen vandaag Renske Tol en Ellen Merica. Team staat onder leiding van coach Vincent van Vliegrecht. En hij wordt geassisteerd door Dennis van Mieuwen. Let, let, let. Nou, nee, de rook is opgetrokken hier. Ik hoor jou nog niet, wacht. Momentje. Nu hoor ik je weer, René. Oké. Zo. Hey, als we kijken naar de beide selecties, hè. Bij Bemmel hebben we twee afwezigen, Ellen Meringa en Renske Tol. Nou ja, zeker Ellen natuurlijk heeft dit seizoen nog niet bijzonder veel kunnen spelen bij ons. Ik geloof één wedstrijd dat ze heeft gemaakt. Dat is wel zonde in de ontwikkeling van zo'n jonge speelster. Ja, bovendien liggen de jeugdteams wat de competitie betreft ook stil. Dus die moeten het qua ontwikkeling hebben van wat ze op de training doen. Nou, dat gebeurt wel, heb ik begrepen. Ja. Maar ja, de kerst op de taart zijn natuurlijk de wedstrijden en dat is toch wel de basis van de verdere ontwikkeling. Maar daar zitten die andere teams ook wel een beetje mee. Dat is het nadeel van deze competitie en corona. Maar je ziet ook dat de selectie wat smal is. Niet alleen bij Legditech, maar ook andere teams. Ja. En dat heeft zeker ook te maken dat de jeugd nu eventjes wel een pas op de plaats moet maken. Ja, er wordt ook wel een beetje over gesproken. Zeker natuurlijk voor die laatste jaars onder 20 meiden is dit natuurlijk wel echt een enorme domper. Dat ze gewoon de hele jeugdcompetitie eigenlijk niet meer kunnen spelen. Hè? Dat is jammer. En ook internationaal gezien het ontbreken van toernooien en zo. Wat de afgelopen Europese kampioenschappen die doorgegaan zijn. Dat is toch wel even een streep door de rekening. Ja, zeker. Hey, wij zeiden net eigenlijk al even tijdens de aankondiging van beide ploegen. Als je kijkt naar bijvoorbeeld Max van Lingen. Bij Dozy, 16 jaar. Ik weet nog dat ik haar zag spelen volgens mij bij de NK onder 14, twee of drie jaar geleden. Maar dat is wel echt een talentje hoor. Ja, en het is te hopen natuurlijk dat hij zich nu kunnen door blijven ontwikkelen en genoeg tijd krijgen om te spelen. Ik bedoel, er zitten wat meer talenten hier en daar ook bij Betouw op de bank. En ik hoop als er straks wat tijd en gelegenheid is om te spelen, dat die meiden nog wat extra wedstrijden of toernooien kunnen maken dit seizoen. Ja. Zodat ze in ieder geval de coaches er weer mee verder kunnen werken. Ja. Nou hoor ik Wim de scheidsrechters voorstellen. Laten wij dat dan ook even netjes doen. Ik zoek heel even gouden namen erbij. Maar de meeste ken ik wel. Dat is in ieder geval Risco Abdullah. Maar die andere twee heren die staan... dat is een vervanging denk ik. Want ik heb hier staan... Anton van Elderen, maar die zie ik zeker niet op de vloer staan. Die ken ik ook nog. Dus nou ja, dan in ieder geval Thomas Nijg zie ik lopen. En de naam, daar kom ik zeker nog op. Even kijken naar de starters aan beide kanten. Sarah Curran, Maaike Klein. Yannick. Courtney natuurlijk. Courtney en... Sander van Poelgeest. Ja, 15. Ja. En bij Legditech eigenlijk toch wel de standaard starting 5 met Yveske Hoek, Jordi Kampman, Anne van Vlijmen, Julia Joortsma en Lisanne de Jonge. Ja, wat dat betreft geen verrassingen, denk ik. Ja, interessant om te zien wat ik al zei in de vooraankondiging. Hoe gaat het tactisch zich ontwikkelen? Hoe stoppen we de Den Helder inside? Maar ook qua mentaliteit van na twee nederlagen om de goede energie weer in de wedstrijd neer te zetten.
Ja, want inside is wel een uitdaging. Hè. Zagen we afgelopen zaterdag natuurlijk ook dat Eline Kasius weer lekker aan het scoren was. Ja. Dat hier het eerste balbezit voor Den Helder. Ja, je ziet alweer twee passes inside. Ja. Kijk, Anouk is het paas ook nog niet verleerd. Zo. Oeh, dat is een vervelende. Julia stapt op de bal bij de inbounds paas. Maar dat is een bikkel, hè? Dus die gaat wel ja. door. Kijk, dit gaan we vaker zien. Hè? Ja. Courtney in de post, inside out. Hoe zou jij dat tactisch oplossen, René? Ja, in principe in grote lijnen zou je kunnen zeggen van nou helemaal van scores afhouden, dat lukt niet. Maar dit soort dingen moet je zeker niet hebben. Dus de aanvalsrebound. Ja. Kijk, er zijn er al tweede keer. Dus dat zou je af moeten stoppen. Je zou je kunnen focussen op de mensen eromheen om die zo goed mogelijk te verdedigen. En dan zou je tactisch kunnen kijken van is de zone een goed alternatief of kan ik die binnen de halfcourt man-to-man defense nog dubbelteamen of fronten en dat soort dingen. Nou, ja. Daar gaan we even naar kijken hoe dat... Hij ziet in ieder geval dat ze allebei al vrij scherp zijn. Hè? Dus hier al een deflectie, daar net al twee keer eigenlijk een voetbalsituatie. Ja. Kijk, dit is een lekkere opening, Lisanne. Ja. Ja, dat zagen we afgelopen zaterdag ook een paar mooie driepuntjes van Lisanne. Dat is toch echt wel goed dat ze dat aan haar arsenaal kan toevoegen. Behalve de inside drives en de schotjes ook nog die driepunten. Ja. Ja, kijk, dit is wat we gaan zien. Goede defense wel hoor van ja. Lies op Corny die nu de fout ook maakt op Anne. Nou, belangrijk is om in ieder geval die tweede kans niet aan Courtney te geven, waar ze natuurlijk ook wel nog wel erg goed in is. Ja. Ja, dit soort dingen kan ik me voorstellen gaan ook wel in het hoofd van Courtney zitten. Hè? Dus, Nou, die heeft denk ik wel genoeg meegemaakt. Kijk, dat is een goeie. Ja. Wat Yveske doet, de drive zoeken. En Sanne zal er toch moeite mee hebben om haar in die drives af te stoppen. Ja. Dat miste ik eigenlijk wel een beetje in de wedstrijd tegen Den Hel. Of het, kijk, dat is een mooie out of bounds. Nou, goed begin, 5-0. Nou, laten we maar afsluiten. Kijk, dit is goed, goede help. Oh. Inderdaad, jammer dat hij dan net niet onze kant opvalt, maar goed verdedigd. Een goede help ook van Yveske. Ja, absoluut. Tobias Draak, nou kom ik natuurlijk op zijn naam, die fluit deze fout tegen Jordi. Ja, dat is ook nog wel een aspect van afgelopen zaterdag, waarin de Leg de Tech natuurlijk binnenland veel te vaak op de vrije worplijn zetten, ook met de fouten op de point guard. Dus die penetratie stoppen zal toch ook een belangrijk aspect zijn van deze wedstrijd. Ja, je zag inderdaad dat in Barendrecht binnenland 29 keer naar de vrije worplijn mocht. En Bemmel zelf met 12 keer. Ja, en dat niet alleen, maar binnenland gooit er ook nog 25 in. Dus dat is ook nog een aardig percentage. Ja. Mooie transition. Ja, lekker. 3, Jordi Kampman. Assist niet goed. Ja. Maar in het kader van de eerste klappers en daalbewaard, dat lukt in ieder geval nu al. Dat klopt. Ook wel mooi opgepost door Sander van Poelgeest. Ja, dat is het voordeel. Ze hebben nog een tweede. Kijk, dit soort dingetjes zijn belangrijk om te doen. Ja. Wat Yveske net deed, wat Lisanne nu doet. Penetreren. En de fout naar Maaike Klein. Ja, niet onbelangrijk. Eerste fout Maaike Klein. Tweemaal Lisanne Deelma. Ah, daar hebben we toch echt te weinig van hè, in het basketballand. Linkshandige forwards die ook nog wel inside een en ander kunnen doen. Hè? Ja. En dan ook nog eens van buiten kunnen schieten. Ah, volgens mij is Anke Rikko van Tulle Jumpers ook linkshandig. Ook wel handig. Goede high-low hoor. Ja. Assist. Zouden we de score Courtney Travis.
Ja, dat zou ik in die variatie, zou ik, als ik Den Helder was, zeker doen. Dat je niet alleen direct vanaf de forward inside pass, maar ook via high-low. Dat maakt het nog moeilijker voor de verdediging om alles te organiseren. Ja. Jordi nog een keer. Nou, goede aanval. Ja. En ook een mooie aanval, de rebound wou ik zeggen. Ja, die komt er toch. Ja. Maar dit gevecht moeten we de hele wedstrijd door eigenlijk zien. Ja. Want ook qua rebound ligt Betouw het afgelopen zaterdagavond. Ja. En daar ga je dus geen wedstrijden mee winnen. Nee, en ook wel redelijk duidelijk, hè. Volgens mij was het iets van 2/3 wat ze pakten. Ja. Terwijl we 3 punten van Julia zien. Ja, de rebound was 24-36, dus dat scheelt 12. Ah, ja. Dat zijn niet alleen je tweede kansen, maar ook gewoon het aantal aanvallen wat je opnieuw kunt organiseren is te veel. Ja. Maar dit gaat lekker, 13-5. Ja, dat is goed, zeker een goed begin. Hier. Zo. Ja. Fout van Lisanne. Je ziet Yannick van Veen bij Den Helder ook wel in dit seizoen een iets andere rol. Hè. Is door Mario captain gemaakt. Mm-hmm. Dan zag ik laatst ergens een stuk in de krant van dat Mindert dat niet zou hebben gedaan. Ja. Dat het toch wel voor Yannick een mooie kans is voor deze jonge speelster om zich ook als captain te ontwikkelen. Ja. Volgens mij was dat bij jou ook, toch? Of niet, captain, bij de 120? Denk ook captain met z'n tweeën deden we het daar. Nou ja, Yannick is natuurlijk wel in dat opzicht een hele goede teamspeler. En ook oog voor de personen binnen het team, dus wat dat betreft. Alleen, ze heeft al in de organisatie vaak genoeg op het bordje liggen. En als je er dan nog een aspectje bij doet, dan wordt het moeilijk. Zo. Oeh. Ja. Wie krijgt de fout? Jordi. Jordi, ja. Oké. Okay. Tweede fout van Jordi. Dus die zal naar de kant gaan, denk ik. Ja. En dan is de meest logische wissel is Gracie Roberts. Ja, die komt nu al. Ja. Gracie Roberts. Derde teamfout. Ja, voorlopig is het gameplan van Den Helder duidelijk. Die bal inside passen. Ja. En als het niet direct kan, reverse. En dan nog een keer kijken of je hem inside krijgt. Ja. Nou ja, als je ziet, Mario zal dat zelf ook veel gedaan hebben inside vroeger. Ja. Dus dat kan hij er wel bij brengen. Een pressje. Ja. Oh. Ik krijg geen geluk, maar aan van de rebound te scoren van Yveske. Ja, nou, die hebben we eigenlijk hard nodig in de wedstrijden. Ja, toch ook wel mooi om te zien. Yveske niet de grootste van het veld, maar wel eigenlijk altijd betrokken bij de aan van de rebounds. Ja. Kijk, we krijgen nu... Yveske pakte er al 20 dit seizoen. Ja, discussie op het veld. Ik kan me er iets bij voorstellen. Ja, het was wel een beetje ook, als je kijkt in de DBL afgelopen week, wel een beetje de wedstrijd van de weggestuurde coaches. Mm-hmm. Maar zover liet jij het vaak niet komen, hè? Dat ik denk dat de mensen nog wel voorbeelden kunnen geven dat het wel zo was. Ja, nou ja, goed. Je ziet wat ik altijd wel fijn vind en dat zie ik... Kijk, dit is mooi gespeeld, alleen er zit tegen de 3 seconden aan, denk ik. Ja, Zoe Slachter in het veld. Ja. Ja, er moet een lijn in de wedstrijd zitten en die moet na 5-6 minuten wel duidelijk zijn voor de speelsters van dit kan wel in de pauze, dit kan niet. Ja. En dat is voor de coaches en de speelsters gewoon fijn. En er moet ook wel een beetje communicatie zijn tussen de speelsters en de scheidsrechters. Ja, zeker, maar ook die lijn dan ook vasthouden. Hè? Kijk, we hebben ons wel een beetje voorgenomen van... De scheidsrechters doen natuurlijk uiteraard hun ding, maar soms zie je ook wel in wedstrijden, zo'n wedstrijd helemaal gespeeld en dan duren die laatste 2 minuten, die duren dan nog een kwartier. Ja. Nou, dan snapt er niemand meer wat van op zo'n moment. Ja, het is, ik zit ook wel eens te kijken naar de screens en soms wordt er gefloten voor aanvallende fouten. Oh. Dat ik denk van, dat is een mooie beweging. Ah, zo, ja. Jammer. Ja, rebound kort die treffers. Ja.
Die toch ook met het Nederlands team weer meegedaan heeft, Courtney. Hè? Ja. Een mooi stiel hier van Lisanne. Ah, dat is denk ik ook wel, want Lisanne kan haar qua lengte niet helemaal opmatchen, maar in ieder geval wel qua wingspan ook. Ja. Laat Lisanne maar fronten daar, kan ik me zo voorstellen. Een aanvallende fout. Ja. We hadden het er net over. Ja. Heb je gehoord, René? Ja. En als het goed is, kunnen we die meeluisteren zometeen. Dus kunnen we horen wat Vincent vermeldt. Eerste fout van Gracie Roberts. Vierde teamfout voor Lekkerdek. Get run consistently, yeah? And we're ready to be behind them when they do lob. They need to solve it as a team, and so far they're not. And they just want to stand there and play one-on-one, and we're taking them out of it. Good job, keep fighting for it. For position, we're getting stops. When we transition to offense, get the sideline run. That takes too long for a couple possessions. And when up, we're fine. We're getting a lot of stuff over. Yeah? Good read on that last pick roll. That's exactly what we're looking for. We'll get some calls on that. Yeah? Hey. Now later in the quarter, we can run some of our quicker sets. Yeah? We collapse them quicker. So some horns, some fists, and some shirt. Yeah? 45 did a great job. Yeah? Here we go. Ja, wat Vincent een beetje benadrukt is in de halfcourt man-to-man defense, hoe de post verdedigd moet worden. Ze staan een beetje te fronten, half te fronten. Als de loppaas er dan overheen gaat, dan staat vaak nog een speeltje achter Lisanne. En dat werkt tot nu toe. Dat geeft wat extra druk op die actie. Nou, daar is hij tevreden over. Dus dat is mooi. Dus dat is een onderdeel van het gameplan wat lukt. Oké, Den Helder wisselt ondertussen. Die ging fleuren. Dus. En Courtney is eruit. En Zoe Slachter is er ook in. Ja. En Sarah Curran nu van achter de driepuntslijn. Ja. Goeie rebound. Ja. Die zal. Ja, slim van Anne om hem tegen Yannick aan te gooien daar. Ja, maar eigenlijk gaat hij van Yannick weer tegen Anne. Ja. Dus het is toch eigenlijk een Den Helder bal. Scheidsrechters keken ook nog even naar elkaar. Maar goed, wij zitten er ook wel lekker voor hier. Hè? Ja, precies. We hebben het beste zicht. Het beste zicht, ja. Best courts in house, René. Dat is een aardige rotatie. Ja, die moet ze pakken in de 1 tegen 1. Ja, zeker toch tegen Zoe die ook op de eerste stap. Hey, lekker. Ja. Zeker toch tegen Zoe die op de eerste stap daardoor Julia, heeft Julia wel echt een voorsprong. Ja. Deze moet je niet weggeven, deze schoten. Nee. Maar, je zei het al aan de voorkant. Ze had het eigenlijk niet nodig, die schottraining, maar ja, het heeft toch geholpen. Anne voor drie. Ja, die is ook zeker een goed seizoen bezig, Anne. Niet alleen qua scores, hè, dat is fijn, hè, maar ook gewoon qua leiding geven op het veld. Ja, scoort in die 14 wedstrijden, gooit ze gewoon al 84 assists. Hè, dus ze heeft echt heel vaak een dubbel-dubbel. Ja. Ja, dat is net iets te. Ja, ze pakt hem vast. En dat is wel zonde, want dat is gewoon twee vrije worpen. Ja. Tweede fout, Gracie Roberts. We zien Kato Koenen en Aza Kantenbeen op het veld komen. Aza die toch ook wel heel veel energie altijd in de verdediging kan leggen. Hè? Ja, ook nog wel een reboundje meepakt hier en daar, dus dat is mooi meegenomen. Ah, 1 uit 2 voor Sarah. Geeft ook even de gelegenheid dat Julia wat rust kan pakken als Kato erin zit. Ja. Zien we weer even de half pressje. Nu mag toch eigenlijk wel veel te ver komen al voordat ze iemand tegenkomt in deze transition. Ja. En Maaike mag ook naar de vrije voorplein. Eerste fout, Yves Koen.
Ja, we zien toch alweer 16 fouten volgens mij. Is de zesde, ja. 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 En Aya de Riep komt erin. Die zal voor Anne komen, denk ik. Aya de Riep. Voor Anne van Vlijpen. En wederom tweemaal Maaike Klein. Ja, de basis staan er nog twee van in. Ja, ook zeker in de play-offs is het belangrijk dat veel mensen minuten maken. Ja, ik krijg nu dus de derde wedstrijd voor Lekker Tech. Ineens alweer de tweede wedstrijd in 3 dagen. Ja. Kijk, lekker. Jammer dat Kato daar niet gelijk omhoog kan gaan. Want dat was inderdaad weer zo'n half pressje. Ja. Slim uitgelokt door Yves. Ja. Onnodige fout van Sarah Curran. Ja. Ja, of zoals mijn dat zou zeggen van... op zulke schoten moet je geen fouten maken. Laat ze eerst maar zien dat ze die ballen erin schiet en dan kun je nog altijd iets veranderen. Ja. Ja, dat is, ik vind dat ook wel lastig, hè, want ook in deze situatie, terwijl Yves K. 5e punt binnen gooit, zie je toch ook dat Yves K. eigenlijk wel die hoeking maakt om er goed overheen te komen. Ja. En daardoor ben je als verdediger natuurlijk al enorm in je nadeel. Nou ja, goed, dat zijn twee kwaliteiten die Yves K. ongetwijfeld kan uit. Oeh, maar goed, dat gaat net goed. Dat gaat net goed voor ze, ja. Ze is ontzettend sterk, vind ik, en ook nog wel snel. Dus, open schot van Kiki. Yeah. Dat zat Lisanne nog aan. Ja. Ja. Hoewel het wel de schoten zijn die Kiki moet nemen. Oeh. Oh, sterk hoor tegen Zoe. 7 punten al voor Lisanne zover. Ja, en 12 punten voorsprong. Ja. Het is moeilijk om nu nog een time-out te nemen, want dan ben je me al gelijk kwijt natuurlijk. Als Den Helder zijnde. Ja. Dus je hebt een score nodig. Het is een goede keus. Ja, oké. Okay. Aanvaller iemand, Maaike Klein. Ah, nu heb je gewoon een rustige, lange aanval nodig. De score is nu heel belangrijk. Ja. Dan zet je de enorme druk op Den Helder natuurlijk. Dit had ik niet gedaan. Nee, nee. Dat is nog wel redelijk vroeg in de schotklok, hè, dat schot. En dan hier een fout maken. Ja. En mag Sarah weer naar de lijn. Max van Lingen op het veld en een time-out van Vincent. Toch wel een bijzondere bijzonder moment om een time-out te vragen. Dus ik ben wel benieuwd wat hij gaat zeggen. Ja, ik ben heel, heel benieuwd. Ik zat ook even naar je te kijken of jij die opening zou geven of dat ik hem zelf zou moeten maken. Ja, ik zou zeker kijken of out of it we can do a better job selecting shots. Yeah, play with a little bit of pace. If it's not a wide open 3-point or layup, our offense works great to get us wide open 3-point shots and layups. Yep. Now, defensively, yeah, transition last 2 minutes we fell asleep. Three times. Yeah? Everybody, don't look at someone else. Take responsibility in getting the communication going. Let's go. Ja, wat Vincent benadrukt is het defensive transition, dus het terugsprinten in de verdediging om de makkelijke scores tegen te houden. Dat is belangrijk, naast je verdedigende rebounds is dat toch wel een defensief anker, zoals wij dat noemen, om de basis van je verdediging. Ja, die zagen we inderdaad net ook. Volgens mij was het Sarah die bijna gewoon... Nou, dat is enerzijds een kwestie van hardlopen natuurlijk. En het tweede aspect daarvan is communicatie en dat gaf Vincent ook aan. Ja. Kijk, door die vrijworpen blijft Den Helder nu toch wel even in die wedstrijd hangen. Ja, zeker. Ik zag net trouwens een berichtje binnenkomen, René, van E. Sapai. Jou ook niet onbekend. Ja.
Die corrigeerde je toch dat Anke Rikhoff rechtshandig is, maar Brit zijn natuurlijk linkshandig. Ja, maar ik dacht dat Brit ook gestopt was. Maar nu hoorde ik eigenlijk zojuist dat ze toch weer een wedstrijd gespeeld heeft. Ja, die heeft zich weer bij Triple Threat gevoegd. Dus dat is voor de ploeg in Haarlem natuurlijk een welkome versterking. Ja. Nu wacht ik nog even uit het berichtje uit het oosten of Anke inderdaad links of rechtshandig is. En zoals je weet komen er drie wijzen uit het oosten, dus daar moet toch iemand uitsluitsel over kunnen geven. Moet goed gaan komen, ja. Nou, de gemiste drie punten van Julia net, nu weer het balbezit bij Den Helder. Ja, kijk, en dit geef je weg. Ja, die drie punten van Max van Lingen, die geef je weg. En dan is die rebound van Kanton nu wel heel belangrijk. Ja. En dan zou het voor het gevoel richting het einde van het eerste kwart toch wel lekker zijn als je nu scoort. Ja, maar nogmaals, ja, dit is een goede drive. Ja. Nou, Lisanne dacht ook nog dat er een foutje gemaakt werd. Ja, ik denk dat Lisanne nu al in dubbele cijfers zit, maar nog net niet. Nog net niet, 9. Ja, 9. Laatste verdediging. Ja, nu stop maken zou wel heel lekker zijn. Ja, maar dit was te wachten. Ja. Ai. En de fout van Aza, waardoor Kiki in ieder geval naar de vrije hoorplein mag. Dan heb je nog 2,3 seconden om zelf er nog wat van te maken. Eerste fout aan zijn kant de been. Ja. Ik zou de bal aan Lisanne geven, wat jij, René? Ja, ik denk dat Den Helder zijn pressje er weer neerzet. En dan zal het toch wel moeilijk worden om nog iets te creëren. Maar goed, een schot vanaf midden de lijn kan ook nog. Ja. En je zagen dat bij het Amerikaanse college basketbal dat nog heel belangrijk kan zijn dat je een bal erin schiet. Inderdaad, het pressje helpt genoeg. Ja, toch een lekker begin, hè. We zeiden het al in het begin van de wedstrijd, René, van nou ja, in principe hebben ze met 36 punten, 34 punten verschil verloren in Den Helder. Ja. Nou, wil je nog iets kunnen doen met het onderling resultaat, en dan ben je natuurlijk nog steeds volledig afhankelijk van volgende week waar Binnenland en Den Helder elkaar treffen. Ja. Maar ja, dan zul je in ieder geval nu met meer dan 34 punten verschil moeten winnen. En de eerste 10 staan al op het bord. Ja. Nou ja. 4 keer 10, daar ben je er al. Nou, kijk aan. Nou, wat duidelijk herkenbaar is, is dat verdedigend wat beter dicht zit inside. Ja. Dus dat is mooi. We kunnen nog even meeluisteren. Ja. Make them feel it. Hurt them with that 3-pointer. Defensively, we're doing a great job stopping the post. But on the top, we got to be solid in the 1-on-1 as well. Yeah, we gave a couple of drives away, and now we have to put them on the line. Be in the gaps. Make it hard on them. Make it hard on them. Yeah? But be ready for a couple of possessions here and there in the second quarter where we're 22-23. Yeah? A couple of them. Here we go. Ja, duidelijk goede analyse. De post-defense is Vincent tevreden over. Daar ben ik het ook wel met hem eens. Hij zegt van on top, dan bijvoorbeeld dat schot wat Sarah nam vanaf de vrije hoorplein en wat Maaike kreeg, die moet je niet weggeven. En als ze dan ook nog een drive gaan maken, dan moet je daar zeker geen fout in op maken. Dat is een goeie. En aanvallend zegt hij, en dat is ook terecht, iedereen schiet nu die ballen erin. Blijf dat gewoon doen, want ze moeten dan keuzes maken en laat ze maar hard werken om druk op die schoten te geven. En vervolgens krijg je een open bucket waarin je de drives kunt maken. Ja. Nou, wel een belangrijk element is dat hij 3 punten blijft maken. Nou, als ik even naar de scouting kijk, dan zien we dat we wat schieten aan 3 punters. 5 op 9 als ik het net zeg. 5 op 9, nou dat is natuurlijk een geweldig percentage. Alleen we zien alweer een verschil in de vrije hoop ontstaan. 4 uit 4 bij Betouwen en 11 uit 14 bij Den Helder. Nou, zie je ook het aantal fouten terug, hè? 8 op 3 natuurlijk eerste kwart. Ja. Nou, dit is wel een goeie, maakt er 6 op 10 van. Ja. Ken jij Mario een beetje ook als coach? Nee, voornamelijk als speler. Vorig jaar heb ik wel een paar wedstrijden van ze gezien. En toen was het duidelijk even wennen aan elkaar, denk ik, aan speelstijl en manier. En nu zie je toch een wat een constanter Den Helder, zeker ook door de toevoeging van Yannick, denk ik. Ja. Dus dat is mooi. Ze hebben wel wat verschillende mogelijkheden. Oh.
Ah, dit is toch wel eventjes iets waar zo iets slachter in de 1 tegen 1 problemen krijgt. Wahara broer Arvin natuurlijk met 3 tegen 3 al twee gouden plakken, ja, twee toernooien heeft gewonnen. Ja. Met Team Amsterdam. Belangrijke opmaat richting de Olympische Spelen. Dus, ja. Missel van Yveske. Kijk, hoe die transition werkt. Aza stopt in ieder geval de bal en de matchup klopt. Dus dat is mooi. Goeie show van Kato ook. Ja. Geblokt. Dat is de tweede drie punten die geblokt worden. Een mooie transition. Oeh, ja, lekker paasje ook hoor. Ja, we gaan nu naar de 15 punten. Dus een goede start van het tweede kwart, absoluut. Nou, Lisanne zit alweer klaar om erin te komen ook. Ja. Hij ziet ook dat Mario toch ook gelijk wel Maaike en Yannick weer terugbrengt. Ja. Terug bij Den Helder. En bij Lekkerdek. Lisanne die jongen weer terug. AZ die tevreden met de non-call. Maar goed, op zich is dat wat je wel wilt in de straatje. Dus je gewoon blijven doen. Maar dan krijg je hem vanzelf mee, zei hij altijd. Ja. Ja, dus. Goed van de basket af verdedigd. Ja, dat zijn ook denk ik niet de schoten die in principe... Dat is de transition weer. Ja, die kwam te voeten van Zoe. Ja. Als je kijkt, René, naar het team wat jij hier in Bemmel nog gecoacht hebt. Alleen eigenlijk Lisanne en Jor nog over. Ja, Kato ook. En Kato ook. Kato ja. Heeft zeker in dat seizoen... daarna is ons verlaten, denk ik, naar Amsterdam gegaan. Ja. Ja, maar goed, als ik nou gewoon even kijk wie er op het veld staan, zijn er toch wel, Kiki heb ik bij de 120 nog eventjes mee gewerkt, een paar trainingen verzorgd, dus Sarah ken ik dan, Mike, Courtney. Ja, drie punten van Yveske zien we nu mis. Ja. Maar heb je nog veel contact ook met de speelsters van toen? Dat varieert. Rondom wedstrijden was het natuurlijk wat meer zoals tegenwoordig wanneer je alleen maar de livestream zit te kijken. Ja. Dus niet alleen is de fout jammer. Ja. Maar ook vanuit Den Helder. Standpunt is eigenlijk ook wel jammer dat ze die ballen niet maakt. Want het is nu toch 2 of 3 keer al een actie onder het bord. Ja, de vrijworpen zijn mooi meegenomen. Maar je kunt er beter eentje bij krijgen. Ja, beter de bonus. Als ik het zo snel zie ineens lijkt het ook wel dat Bemmel eigenlijk alles switcht, op alle screens. Ja, en daarna probeert ze toch weer in de matchup terug te komen. Ja. Courtney mist de tweede, maar raakt de eerste. Ja. 3 punten zover. Ja, is ook niet de beste vrijworpschutter op het veld. Volgens mij 60% of zo, wat eigenlijk wel... dit zijn niet... Oeh, Anne, bijna een tip in. Ja, 52% zelfs. Ja. Nou. Goeie touch van Yveske. Dat toch Kiki uit balans. Ja. Wat ik mis in de transition bij Den Helder is zoals Kiki penetreert dat die bal weer naar buiten kan voor 3 punten van Maaike of van Serwa. Zo. Ja, dit is dan toch ook wel een klein foutje, denk ik.
Kijk, het spot op. Ja. Ja, en dan tegen Jordi, hè, dat is wel echt een mismatch daar inside. Dus daar maakt Courtney slim gebruik van. Ja, maar zo zou ik ook spelen als een helder zijn. Snel die bal, spot up in de, rondom de bucket en dan Courtney inside. Ze heeft daar ook de snelheid voor. Een blokshot dachten we van Sarah Curran, maar het krijgt de fout. Zo. Ja, de speaker laat de tafel even. Die was het niet eens met deze fout, denk ik. Die sloeg zo hard op tafel dat hij... Ik denk dat hij met zijn buik tegenaan kwam. En we krijgen een time-out van de scheidsrechters, denk ik. Want de jurytafel moet even in ere hersteld worden. Kijk, de muziek doet het nog. DJ Dreamboy. Ik hoop wel dat ze hem nu goed vastzetten, want vanmiddag speelt ook nog Joost United hier tegen Ares Leeuwarden. En dan zit ik op de plek van Wim, dus dan gaat het toch maar even een keer extra checken zo meteen. Hij krijgt ook duidelijk de aanwijzing om rustig te blijven zitten. Ja. Hij had ook wel... geen sport zonder vrijwilligers. En zeker natuurlijk ook in deze tijd. We zien zeker op de livestream zien we overal lege sporthallen. Omdat natuurlijk iedereen achter de camera's moet blijven. Maar gelukkig zijn er heel veel vrijwilligers toch weer op de been. Om te zorgen dat in ieder geval topsport weer gezien mag worden. Nou, ik moet ook zeggen dat zeker ook het verzorgen van de livestream. En ook het gebruik van de social media wel een enorme vlucht heeft genomen. Ja, helaas denk ik ook wel door de corona-omstandigheden, maar ik denk dat het heel positief is dat we alles kunnen volgen. Ja, ja soms, terwijl we Yves op de vrije worplijn zien, maar soms moet je ook wel, soms heb je ook dit soort dingen nodig om even de volgende, om die professionaliseringsstap te maken. Hè? Ja. Waar we natuurlijk ook al wel veel in in die tijd ook over spraken, was natuurlijk ook wel het grote verschil in professionaliteit tussen de verschillende verenigingen. Ja. En dan dat is klopt. Nu zie je toch ook echt dat wel ploegen, alle ploegen, zelfs in Utrecht met een crowdfunding actie, alle die hele livestream voor elkaar heeft gekregen. Dus dat is wel, wel heel gaaf. Ja, dat klopt. En Yves ook de tweede raak, brengt haar totaal op 8. Nou, je ziet wel weer dat de big three. Yveske, Julia en Lisanne toch verantwoordelijk zijn voor het grootste gedeelte van de punten. Slimme tik van Sarah Curran op de bal bij Lisanne. Ja. Aanval, de rebound en de score, Courtney Travers. Ja, extra punten. Ik weet niet, René, of jij het nieuws ook een beetje gevolgd hebt de afgelopen periode, maar er is in de krant gestaan dat het Landsmeers topbasketbal ook in zwaar weer zit. Nee, niet per se. Dat er toch echt wel behoefte is. Hè. De Lone Lions, Lone is vorig jaar al weggevallen als sponsor. Ja. En nu ook de subsponsor heeft aangegeven het einde van het seizoen te stoppen. Dus daar zit toch wel... Dat zou toch zonde zijn als... Het zal toch zonde zijn als er geen Eredivisie-baas kwam meer in Landsmeer is. Ja, dat klopt. Nou ja, altijd wel een topclub geweest natuurlijk. Stabiele factor en ook veel publieke belangstelling en een goede organisatie. Dus het zou jammer zijn als dat niet zou kunnen continueren in Landsmeer. Er zit een andere verdediging bij Den Helder. Jammer dat dan het schotje niet gelijk valt, want dan dwing je ze weer om iets anders te gaan zoeken. Het lijkt een beetje op een 3-2. Ja. Als ze in ieder geval 2-3 stops nu weer maken. Yannick neemt een transition 3 punten. En die wat voor die Zanne. Ja. Tweemaal voor Anne. Ja. Of hij geeft hem. Eerste fout, Femke Slim. Ja. Fout gefloten tegen Femke Slim op de penetratie.
Dus Ander mag naar de vrije worplijn. Na de time-out. Ja. De time-out van Vincent. En zo halverwege, is precies, of ja, niet precies op 9 seconden na, maar zo halverwege het tweede kwart. Zou deze met name bedoeld zijn om speelsters een beetje op adem te laten komen, denk je? Ja, nou ja, goed. They're switching between court, zone, normal man-to-man. We even thought we saw a box in one at one point. Keep communicating in offense what it is, everybody. And don't get quiet now. But also understand that when he throws this trash, it takes us time to adjust. There's no way around it. So the quality of shots is not always going to be as great as we want. What can happen is that we then stop defending. That's, if we just keep getting stops, it's fine. Yeah. Best weapon against anything is our speed. As soon as we get a rebound, run and don't be afraid to take it. Je hoort ook die toevoeging van Lisanne nog even op het einde. Ze hebben 5 teamfouten. Dus, ja. Ja. Nou, dat is het al ook de reden zijn dat ze de verdediging veranderd hebben. Wat Vincent benadrukt is van oké, dus misschien eventjes aanvallend ons aanpassen en goede schoten zoeken in die zone. We hadden zelfs over een box and one. Dus dat is belangrijk, daar moet je als team zeker je van bewust zijn. Maar terecht, je moet gewoon blijven verdedigen. Zolang je stops maakt, kun je natuurlijk best wel even hebben dat je 2 of 3 ballen niet scoort in de aanval. Dat maakt dan niet zoveel uit. Blijf stops maken. En even voor de, terwijl Anne aan de vrijwoord zijn, box on one is eigenlijk een 2-2 zone met 1 iemand in man-to-man? Ja. Of? Ja. En dat doe je dan vaak toch op 1 specifiek persoon? Ja, je zou het op een topscorer kunnen doen en zo, maar je zou het ook kunnen doen bijvoorbeeld op je guard om het aanvalritme te storen. Maar dat kan ik nog niet herkennen. Nee. Nou, lekker tech in de press nu. Ja. En ook in een zone. Ja. 2-3 zone. Sarah komt naar de high post. Oeh. Nou, dat is 3 seconden denk ik, maar goed. Ja, wel een slimme backdoor gesneden in ieder geval door Femke Slim. Ja. Nou, ik denk dat Den Helder het fijn zou vinden om toch rondom die 10 of... Lisanne tikt hem nog wel, maar... Ja. Rebound uiteindelijk dan voor Yannick. Ja, die zullen heel graag die aansluiting weer willen maken naar die 10 punten. Ja, balverlies Maaike. Ja. Hornset. Oh ja, Den Helder ook weer terug in de man-to-man. Ja, ze hebben nu toch wel inderdaad zitten een beetje te zoeken naar de opties in de aanval. Wat zijn de goede schoten? Nou, die 2 van Jordi zijn natuurlijk wel de schoten die je wil hebben. Ja. Moet je ook zeker blijven doen, denk ik. Ja, dat is toch wel echt het wapen van Jordi, hè, de 3 punten. Ja. Dit is echt het wapen van Lisanne. Ja. Nou ja, in ieder geval in de dubbele cijfers nu ook. 11 punten, de eerste speelster in de dubbele cijfers. Ik zou natuurlijk echt wel met Courtney in de post gaan spelen. Of in de screen en roll op post. Ja, die kan hem dan natuurlijk niet echt lekker door de lucht pasen. Dus hij moet via de grond, want ja, die stond tegenover Julia. Ja. En die voeten van Julia hebben de bal toch al meermaals geraakt. Ja, daar is hij mee begonnen. Ja. Ah, dit zijn ook niet de schotjes die Courtney moet nemen, denk ik. Nou, als Betouwen niet scoort, zal er toch wel een timeoutje aankomen, denk ik. Het is toch wel belangrijk om even de controle. Maar je ziet ook wel dat Mario met, toch wel met een grote rotatie speelt. Ook, hè, wisselt veel. Terwijl we drie punten zien van Yveske die er niet invalt. Maar wel de aanval en de rebound. Wat wel grappig in de wedstrijd tegen. Ja, tegen Katwijk. En je ziet echt dat Axel wisselt echt heel veel door. Ja. Ja, dus goed, je ziet in ieder geval wel mooi ook voor Den Helder dat ze echt wel een brede ploeg hebben om veel te kunnen wisselen.
twee vrije worpen voor Yves Hoek, denk ik. Ja. Ja. Eerste fout is Sander van Poel geweest. En we krijgen twee maal Yves Hoek. Nou, als hij de volgende vrije worp raak schiet, komt ze ook in de dubbele cijfers. Nou, mooi. Gelukt. Ja, de time-out van Den Helder blijft nog even uit. Ja, die laat lang op zich wachten. Dus blijkbaar is Mario dan toch tevreden met wat hij laat zien. Of hij weet nog niet wat hij aan moet passen, dat kan natuurlijk ook. Kiki naar de ring, mis en de rebound eindigt in een jumpbal. Ja. En die bal is voor Den Helder, want zij wonnen natuurlijk... De sportman. 7 seconden op de klok. Ja, en een open schot van Serra. Aanval de rebound van Van Poelgeest. Ja, af en toe zullen er eentje weggeven. Dat is niet zo'n, zo'n ramp. Ja, lekker weer. Ja. Nou, als hij dit soort dingen blijft doen, dan is het nog bijna niet af te stoppen. Hè? Nee, vanaf rechts en dan met links zo naar binnen komen, dat is... Nou. Zo. Lekker fel. Gestreden om iedere bal inderdaad. Ja. Nou, Jutte, netjes. Ja, en dan alle voor 3. Met de aanval de rebound weer. Loopovertreding, ja. Ja. Maar goed, wat we zien in ieder geval is, de intensiteit blijft hoog tot het einde van het tweede kwart toe. En dat hebben ze nou, daardoor houden ze dit verschil van 14, 16 punten steeds. Dus dat is, ja. Dat is mooi. Terwijl Den Helder toch echt moeite heeft om te scoren. Ja, je ziet nu ook Courtney treffen natuurlijk al best wel een periode weer aan de kant. Julia kreeg daar toch een goede tik. Ja. Volgens mij was het van Kiki. We krijgen wel een nieuwe shotklok. Ja, gevaarlijke situatie onder het bord. Serra een beetje onbezonnen naar de ring, maar pakt wel aan van de rebound en komt er. Oeh! Ja, de controle is even weg aan beide kanten. Ja. Tweede fout, Julia Jongsma. Was wel een heel hard blok. En twee maal Serra Curran. Ja, ik zag de fout niet, maar... De scheidsrechter stond een stuk dichterbij, laten we dat maar even behouden. En Serra benut ook weer bij de vrijworpen. 7 punten voor haar tot zover. Goed doorzien weer Serra, de steal. Ja. En via Amber Leeuwenkabessie naar de overkant. Het is goed gespeeld. Ja. Echt. Van Van Poelgeest. Ja. Nou, dan is het toch wel zaak voor Lectitech eigenlijk wel om deze laatste aanval toch te scoren. Om in ieder geval met een lekker gevoel de rust in te gaan. Ja. Ik zou naar het bord gaan in de laatste aanval. Met 5, 7 seconden screen op bal. Volgens mij gaat het er gebeuren. Ja. En dan roteren. Naar buiten, ja. 3 seconden overtreding.
Ja, nog twee, bijna drie seconden. Ja. Dan geeft die bal maar een Kiki, dit soort ballen. Ja. Ja, naar Rusland dan 42 tegen 30. Het laatste kwart eindigt dan in 15-13. René, wat zeg je zo na de eerste helft? Veel energie in ieder geval ook, hè? Ja, veel energie, hoge intensiteit. Dus dat is goed. Ook zeker feller een rebound dan afgelopen zaterdag. Nu wat discussie op het veld tussen de coach en de scheidsrechters. Ik zie niet direct de aanleiding daartoe. Maar goed. Misschien kunnen ze er hun voordelen mee doen met de aanwijzingen van de scheids voor de derde en vierde kwart. Nogmaals, een hoge intensiteit, betere rebound. In het begin van de wedstrijd iets te veel persoonlijke fouten en dat gaat nu beter. Den Helder heeft toch wat duidelijk wat meer moeite om de scores te pakken. Verder in het tweede kwart dan het begin. Kort die treffers wordt natuurlijk redelijk afgestopt. Door de team defense van Lek Detect, dus dat is mooi. Dan verwacht je eigenlijk dat er wat ergens anders op het veld wat de score is komen bij Den Helder. Of Lek Detect stopt dat, of Den Helder ziet die oplossing nog niet. Nee. Maar dat is denk ik de basis van het verschil. Nou ja, precies dat. En ook, kijk, als je dit zo ziet, deze wedstrijd nu al zo lekker op de vloer. We hebben een mooie wedstrijd tegen Grasshoppers gezien. De wedstrijd tegen Binnenland was niet altijd even goed, maar was wel leuk en spannend. Ja. Nou, vanavond of vanmiddag zien we hier leuk was. Dat belooft wel wat voor de play-offs natuurlijk, ja. Die we gaan spelen. Nou ja, wat we in het begin zeiden, ik zie geen uitgesproken favoriet voor de play-offs. Het wordt gewoon een hele mooie serie waarin denk ik die bovenste ploegen allemaal van elkaar kunnen winnen. Na de eerste ronde dan gaan we gewoon zien wie tegen wie speelt in de match-ups. En dat wordt gewoon hartstikke interessant om te volgen. Ik krijg zojuist de scouting voor mijn neus en dan zie ik dat Den Helder nog er niet in slaagt om die drie punten te maken, 0 uit 6. Dus dat is wel een onderdeel van van de reden tot het verschil. Ook het gewone schotpercentage is natuurlijk nog niet zo hoog. Er schiet nog geen 30% en Bataille schiet bijna 40%, dus dat is dat is mooi. Nou, Black Detect perfect vanaf de vrije hooplijn, 10 uit 10. Ja. Nou, dat is ook mooi. Kijk, vorige wedstrijd hadden ze er 12 over de hele wedstrijd en nu hebben ze er al 10. Dus dat is een goed verschil. Als we dan even kijken naar de rebounds, dan is dat gelijk. Nou, dat is wel, ja. En dat zie je ook terug, hè, want het tweede kwart zie je ook dat Den Helder veel meer fouten nodig heeft om in ieder geval ook de drives af te stoppen. Hè. Dus het eerste kwart was meer schoten van buiten en nu toch ook met Lisanne regelmatig in de drive naar de basket toe. Dus dat is hartstikke mooi. Hey René, wij gaan even wat drinken. Of had jij nog een mooie toevoeging? Nee, ik kijk even naar de scores en ik zie dat Lisanne met 13 toch mooi de ploeg weer op sleeptouw neemt. Ja. Dus dat is mooi om zo de tweede helft in te gaan. Zeker weten. We gaan zo ook even aan Dennis van Mierlen, assistentcoach, vragen hoe hij de eerste helft heeft ervaren. En dan zijn we zo meteen weer bij u terug met de tweede helft van Lek Detect Dosi BV Den Helder.
Yes, en dan staat bij mij Dennis van Mierlen. Dennis, ja, de eerste helft. Wat een lekkere start. Ja, zeker. Dus een start die wij gehoopt hebben natuurlijk. Desalniettemin moeten we zorgen dat we de focus erbij houden. En we verwachten Den Helder zeker in de tweede helft dus nog wel een paar tandjes bijzetten. Ja, dus dat zal voor ons belangrijk zijn dat we daarop gaan letten natuurlijk. Ja. Ah, je hebt Courtney met name natuurlijk een insight. Hè, want dat was natuurlijk aan het begin, zei Vincent ook al wel een beetje van... Nou, we hebben wel moeite met lange mensen afstoppen. Nou ja, Courtney heeft 7 punten. Ja, dat klopt. Maar ja, ook Courtney verwachten we zeker wel in de tweede helft dat hij nog wel op de scoringspositie zal gaan komen. Wij moeten zorgen dat wij gewoon onze eigen focus erbij houden en ons spel blijven spelen. Ja. In de eerste helft heeft dat gewerkt, dus nou, we hopen dat de tweede helft ook zo werkt. Nou ja, daar gaan we wel naartoe. Wat hebben jullie mij ermee gegeven in de rust? De energie bij onszelf houden. Blijf, ongeacht wat de tegenstander doet, blijf ons eigen spel spelen. En hou het bij jezelf. Control things you can control. Ja. En natuurlijk hebben jullie best wel een pittige week gehad. Hè, met een nederlaag hier in eigen huis tegen Grasshoppers en een nederlaag tegen Binnenland. Waardoor de derde plek toch eigenlijk wel een zekerheid lijkt. Of kijken jullie toch wel voorzichtig naar het scorebord of je dat onderling resultaat met Den Helder nog iets goed kan maken? Sorry? Of je dat onderling resultaat met Den Helder nog iets goed kan maken? Voor onszelf bedoel je? Ja. Ja, we hebben natuurlijk de uitwedstrijd met best wel wat punten verloren. Dus moeten we echt hard aan de bak om daar een groot verschil te maken. Het belangrijkste is in ieder geval dat wij de focus mee blijven nemen en ook in de play-offs natuurlijk. Ja. Dus dit zal een hele belangrijke stap zijn natuurlijk. Ah, dit belooft wat, hè? Als we kijken naar een spannende wedstrijd tegen Grasshoppers, tegen Binnenland, tegen een Helder. Ja, mooi. We gaan zeker genieten van deze tweede helft, Dennis. Hartstikke goed. Dankjewel. Yes. Veel succes. We zien de teams inmiddels al richting de zijkant gaan en wij gaan ons ook weer voorbereiden op de tweede helft. Lectatec Dosi BV Den Helder. Nou René, daar zijn we weer. Ja, de analyse van de eerste helft heb ik af, dus kunnen vragen. Ja? Ja. Je hebt al even stiekem, loop je al even naar de overkant. Ja. Kriebelt dat niet, René? Hè? Kriebelt het niet als je dan hier zo loopt? Nee, ik moet dat niet meer willen. Wel training, dat zou goed zijn, voor mij ook nog wel. Maar ook dan merk ik dat 2 uur heel intensief me wel zorgt dat de rest van de dag niks doe. Nee. Maar in een adviserende rol zeker nog wel. Ja, precies. Want dat is ook wel iets wat natuurlijk jou best wel echt wel ligt en waar je ook veel al in gedaan hebt. Dus echt in het begeleiden van jonge coaches. Hè. We hebben natuurlijk Thijs gezien die echt doorgroeide van jouw assistent naar uiteindelijk de hoofdcoach hier. Ja, dat is natuurlijk wel, dat moet voor jou ook een lekker gevoel zijn om dat soort jonge coaches op te leiden. Ja. Op dit moment heb ik wel wat keuzes gemaakt waardoor de qua tijd niet zoveel ruimte voor is, maar wellicht dat volgend seizoen of het seizoen daarop nog wel een keer... Kijk, ik kan niet meer alles, dat heb ik gedaan en dat heeft wel wat gekost, lichamelijk. En, dus nu wat, wat rustiger aan, maar het blijft natuurlijk nog steeds een mooi spelletje. Ik heb even zitten kijken. Als ik de eerste 2 kwart even op een rijtje zet, is Den Helder heeft toch wel een probleem, denk ik, om naast Courtney een scorende speelster te vinden. Ik zie dat Mike, Yannick en Kiki samen maar 7 punten hebben, dus dat is te weinig. Daarbij gevoegd dat ze natuurlijk 0-6 de 3 punten schieten, dat helpt hen ook niet. En Lectatec staat gewoon lekker te scoren. Dus lekker bezig in de rebound of achter de vrije worplijn. Begint nu gelijk de wedstrijd met een goede drive. Ja, ja, dat doen ze goed. En Sarah Curran ook al derde fout. Dat is ook wel een belangrijke... Ja, ik zie bij Betouwen niemand in de fout last. Dat is natuurlijk ook wel een belangrijk aspect voor de Bemmelse dames. Ja, met name inderdaad, hè, wat jij ook in de eerste helft al zei, is van dan komt die bal inside, maar er zijn eigenlijk te weinig mogelijkheden aan de buitenkant om die bal af te drukken. Nee, maar zoals ik Kiki ken, is natuurlijk een geweldige 3-punter ook nog in huis en dat zie ik nog niet terug. En dat moet
ja, Yannick moet ook kunnen scoren. Waar we nu zien dat Julia het perfecte vrijworppercentage van Bemmel overhoop heeft geschoten met twee missers. Kijk hier, kijk. Over, dit is een goede bal van Yannick hoor, tegenover Anne. Ja, nou dat hebben we ook, de Helse dames hebben dat ook zeker nodig. Scoren en brengen vanaf die positie. Jordi van buiten, tekort. Nou, dit lukte Julia net al wel twee keer, maar nu is het toch voor Courtney. Ja. Ja, nu is het zaak om een stop te maken. Ja, het staat alweer op 10 punten, hè? 42-32. Ja. Zo. Mijn klein miss rebound was van Jordi, maar uiteindelijk via Julia toch. Ja, goede drive Julia. Ja, mooie pass inside. Ja, ook Julia nu in de dubbele cijfers, hè, 11 punten. 10 punten van Julia. Ik krijg aan de overkant 10 punten, kijk even op de statistieken. Ja, ik moet Wim gelijk geven, 10 punten voor Julia. Ik heb er ergens eentje gesmokkeld. Kijk. Je zag de schrik in de ogen van Lisanne. Ja. Nou, een high-low pass die niet binnenkwam is toch wel de tweede of derde keer, dus dat is een beetje slordig van Dozy. Ja. Ah, dit zijn mooie. Ik dacht heel even een zone te zien bij de helder, maar het is toch echt een man-to-man. Fout van Kiki Fleuren. Ja. Tweede fout, Kiki Fleuren. Ah, Kiki die qua speelstijl toch ook wel echt lekker mee kan in een 3 tegen 3. Hè? Die zit ook in het 3 tegen 3 programma van de MBB. Ja. 3 tegen 3 en dan een 3 punten van Lisanne. Ja, die schoot ze afgelopen zaterdag ook 2 of 3 keer heel goed op belangrijke momenten. Ja. We hadden het al over dat het een mooie aanvulling is op haar aanvallende repertoire. Ja, dit is niet goed. Nee, dit is te stroperig en dan een shotclock violation. Oh, en eerste 3 seconden al gefloten tegen Courtney. Ah, je ziet inderdaad dat gewoon, ze weten niet waar ze het zoeken moeten, Den Helder, op het moment. Nee. De schotkeuze is niet geweldig. Nou, we gaan nu toch wel 15 punten, dus wat was het verschil wat ze moesten hebben, zei jij in het begin? Dan ga ik even gewoon zoeken, maar volgens mij 36. Ja, nou ja, laten we dat even, kijk. Een opzettelijke fout, denk ik. Ja. Gefloten tegen nummer 11, Mike Klein. Dat is haar tweede. Mike Klein. Ja, de uitwedstrijd in Den Helder, René, die werd inderdaad met 36 punten verschil verloren. Ja. Was 88-52 of zo? Ja. Ja, en als je dan kijkt naar de playoff bracket, hè, volgende week dinsdag beginnen de playoffs. Aanstaande zaterdag is er nog een speelronde in de WBL. Maar onder andere ook nu wel trouwens 11 punten voor Julia, dus ik krijg alsnog gelijk. maar ook Den Helder en Binnenland elkaar treffen. Dus dat wordt ook wel dat is echt een mooi affiche in Sporthal Sportlaan daar. Ja. Jules Benet bij de vrije worpen. Als je kijkt naar de playoff bracket dan van volgende week dinsdag, dan is het redelijk aannemelijk dat Bemmel op de derde plek eindigt. En dan betekent dat opnemen tegen Jolly Jumpers, die al zeker zijn van de zesde plek. Ja. En nu wel een time-out. Ja, 19 punten. Ik kan me voorstellen. Je wilt toch als coach toch wel iets forceren, iets veranderen, een stop maken. Ja. Nou, als we het dan hebben over die play-offs, dan is het ook al zeker dat Grasshoppers en Low Lions elkaar treffen. Die spelen alleen die spelen vandaag nog ook om te kijken wie er thuisvoordeel mag halen. Ja. En dan gaan we nu even luisteren naar Vincent van Sliedrecht. Now, stay focused. We're going to
they're going to try stuff. I'm expecting some zone. Yeah. Stay in execution, keep sharing the ball. Yeah. Whatever happens with the referees, again, all the energy we have on defense. We're doing a great job. They're seeing the three in the key. If you're on it, call it. Yell for it. Make her move out. Depends. Yeah. Keep pressure on their shooters. Don't get lazy on them. Yeah, they're 0-for-8 or something like that. But they have some shooters. Toch wel een duidelijke waarschuwing ook, hè, van ze hebben echt schutters. Ja. Maar toch nog niet in stelling kunnen brengen. Nee, maar goed, je moet ze ook zeker niet terug laten komen in de wedstrijd door een paar schoten van afstand. Dus je ziet Serva natuurlijk wel aan de kant, maar er zitten er toch wel een paar die dat zouden kunnen bij Den Helden. Ja, wat me opvalt is ook met name Maaike Klein, die we nog niet veel zien. Die heeft toch de afgelopen jaren wel echt de ploeg gedragen in Den Helden. Was ja. Een hele... Ik weet wel van de wedstrijd dat we samen ook in Den Helder waren, toch wel vaak een plaag voor ons, Maaike. Ja. Niet als persoonlijkheid trouwens, maar gewoon als speelster. Ja, dit kan ze. Zoe Slachter met de rebound, toch wel echt een kop groter dan Yves Koek. Yannick naar de ring, mis. En de rebound voor Jordi. Ja. Nee, de aanvallende organisatie klopt nog niet bij Den Helden, tweede, derde kwart. En dat zal voor mij ook niet lekker zijn om zo uit een time-out dan eigenlijk een, toch wel gewoon een slechte organisatie te zien. Ja. Nou, aanvalsysteem 3 wordt geroepen. Een soort horns-achtige... optie met screens voor Maaike, ja. En dan de pass inside, zo. Dit is toch wel een foutje ook, hoor. Ja. Dus ik snap dat Mario hier wat van zegt. Fout naar Yannick van Veen, haar tweede. Maar ook alweer de vierde teamfout. Yannick wordt gelijk vervangen door Amber Leijwakabessi. Ja. Gracie Roberts terug bij Lectatec. Maar alweer vier teamfouten in 4,5 minuut. Terwijl we 3 punten van Julia zien. Julia Joosma. Ja, dit doet pijn. Je krijgt een fout niet mee die je eigenlijk wel verdient, denk ik. Vanuit terecht dat de coach zich daar iets over opwint en vervolgens krijg je in de volgende aanval een 3 punten op je oren. En hier krijg je ook weer niet de fout mee. Ja, die gaat technisch fout krijgen, ja. En die gaat, als hij zo doorgaat, ook nog de tweede krijgen. Technische fout, coach. Ik kan me de opwinding voorstellen. Ja. Er is zo de Dokkoene voor je toe. Jammer, Lisanne mist. Ja. Maar, oké. Volgens mij is de nieuwe regel toch dat de bal verder gaat waar die was. En niet meer op de aanvalshelft waar ze hem nu in namen. Dus, maar goed, in ieder geval stiel voor Maaike Klein. Eens kijken of het voor wat nieuwe energie bij Den Helden zorgt. In ieder geval nu een jumpbal, maar de bal blijft wel voor Den Helden. Ben ik wel benieuwd wat Kato kan doen tegenover Courtney. Zal ze toch wel flink aan de bak moeten. Ja. Eerste fout voor Kato, maar ook de eerste teamfout ruim 5 minuten. Maar ze een betere start dan in het eerste kwart. Ja. Ja, dit zijn de schoten van Kiki. Ja, ja, ja. Hoor. Het gat is 19, zegt hij goed? Ja, 19 punten. Ja. Zo. No look pass van Anne.
Via de voeten van Kiki weer terug bij Kato. Ja. Oeh. Weet dat? Een bussenbieter. Ja. Ja, en een comeback, hè? Een antwoord op de drie punten van Kiki. En hier krijgt Anne de fout. Ja. Dat is dan wel weer jammer. Ja, Anne was nogal ontdaan door de vorige wedstrijd. Toen schoot Ilse Kuiten een driepunter onder goede druk van Anne. Dus ik had gezegd van in your face. Nou, dat kreeg ik later nog even te horen van Anne. Nou, qua lengteverschil is dat natuurlijk ook niet zo. Maar dit was wel echt een hele lekkere driepunter. Maar goed, ik zag die wedstrijd thuis te kijken. Dat is wel een kwaliteit van haar. En dat zien we ook op internationaal niveau. Zij kan gewoon over mensen heen schieten. En een aantal guards in de matchup, die hebben daar gewoon heel veel moeite mee. Ja. En dan ziet je al gelijk dat een Lisanne of zo'n soort verdediger daar naartoe moet. Ja, en dan kan ze ook nog penetreren. Okay. Dat is gewoon een kwaliteit van haar. Ja. Het enige wat je zou kunnen doen is de bal denyen, zodat ze de bal niet krijgt. Ja. Transition, yeah. En dat is wel mogelijk, denk ik. No horns, no fist. There's some 45 and some shirt. That's the lineup we have here now. So make a read on that. Keep seeing what they have in defense. If it's a zone, I'd love to see them run zone against this line. Let's go, my left. Aggressive. Maar goed, we zijn diep in het derde kwart en Den Helder heeft nog maar 35 punten. Dus dat is mooi. Ja, dat zeker. Zegt iets over de defense en de intensiteit. Ja, en het verschil is al 22, hè? Dus dat is ook wel behoorlijk hoog. Dat hadden we niet verwacht begin van deze wedstrijd. Kijk, dit zijn de schoten van Kiki weer. Ja. Ze neemt niet, kijk, nu heeft ze dat moeite mee omdat Lisanne tegenover staat. Oeh. Nou zeg ik niet, René, dat dat hier het geval is. Maar soms kan het toch als coach ook wel even lekker zijn om een technische fout te halen. En dan zie je toch wel vaak dat dat iets doet met scheidsrechters daarna. Hè? Ja. Ja, Kato kreeg nu een redelijke makkelijke fout tegen Courtney. Nou, Lisanne kreeg hem tegen Kiki natuurlijk nu. Ja. Ja. Presje. Daar kwam Betouw toch wel aardig uit in de eerste twee kwarten, dus Kato en Zuid-Oud, nee, dit zelf. Rebound Courtney. Ja. Transition, dit is niet goed. Maar dit is ook niet goed. Zo. Sterk hoor, van Zoe Slachter. Ja. Ook voor haar de eerste twee punten pas deze wedstrijd, hè? Hij ziet nu wel dat ook bij Den Helder de mix binnen-buiten een beetje wat meer dreiging begint te geven. Ja. Ah, en een turnover. Lijkt erop dat Den Helder nu het ritme van Betouw iets gebroken heeft. Ja. Nee, die krijgen dan het momentum en dan zie je ook gelijk dat Mario Sarah Curran terugbrengt. Ja. Mis een rebound, slim getikt door Anne Nakato. Ja. En dan nu de transition game. Ik zou toch even kiezen voor wat rust. Maar dit kan ook. Die hebben we vaker gezien. Ja. Of rust, of de bal naar Lisanne. Ja. Gracie krijgt hier de fout, dat is haar derde. Lisanne mag ook heel even rusten. Ja. En inmiddels ook de vierde teamfout voor Lekdek. Zo heb je er nog geen en zo heb je er vier. Het wordt geswitcht zodat Kiki niet vrijkomt. Zo.
Sterk van Zoe. Maar ook weer, hè, nu zie je wat je ook aan het begin van de wedstrijd zei, twee aanvallende rebounds weer. Ja. Dit is goed. Ah. Zo Slachters ook veel actiever dan in de eerste twee kwarten. Ja. Dat is goed, heeft het team ook nodig. Kijk, ja, opposten. Echt, ja. Ook wel echt heel sterk geworden zo. Hè? Was natuurlijk altijd al wel een lange speelstand, maar nu ook echt een hoop muscles erbij. Ik wil een end-one zien van Amber. Ja. En de fout van Jordi Kampman. Derde persoonlijke fout van Jordi. Derde fout van Jordi Kampman. Ja, wat Zoe ook heel goed kan is vanaf de high post de high low paas geven op een Courtney of zo. Ja. Dat komt er nog niet zo uit. Maar heeft ze zelf ook nog wel een schotje en een beetje dreiging. Dat Max nog in de eerste helft niet zo heel veel bracht. Brengt hij nu toch wel op een, toch op een belangrijk moment in de wedstrijd, denk ik, voor Den Helder. Toch geeft hij toch het vertrouwen aan Max. Ja. En de missen van Yveske betekent weer balbezit voor Den Helder. Dat doet ze goed. Ze houden Kiki daaruit die curl of de flare naar de drie punten. Ja. Dat is toch. Nou ja, een goede kracht van Kiki om er daar op snelheid langs te gaan. Maar ja. Vierde fout van Jordi. Nou, die zal nu ook gelijk vervangen worden. En Anne krijgt ook even rust. Ja, die komt nou toch wel aardig in de punten. Ja, hoeveel had ze dan met rust? Twee. Ja, twee, we staan nu op 7, of 8 nu. Dus ja, die scoort dan toch 6 al in het derde kwart. En weer een turnover bij Gracie Roberts. Maar hij herstelt hem goed. En volgens mij zou je dan een nieuwe schotklok krijgen, want volgens mij was het wel echt balbezit. Maar we krijgen een score van Yveske Hoek. Ja, de vraag is of er ook geen 8 seconden overtreding was. Ja, Kiki met een snelle 3 punten. Aanval de rebound Zoe. Ja. Ik denk dat de scheidsrechters dat toch geoordeeld hebben over dat er een balbezit was hier. Nou, Julia loopt hier tegen de fout aan. Zo heeft toch een hoop fouten dit kwart weer. Derde fout voor Julia. Ja, we zien een beeld wat we ook in de tweede kwart zagen. Dat in eindfase de organisatie wel wat wegvalt. Dat kan enerzijds te maken hebben met wissels. Anderzijds is het ook wel een stukje discipline. Wat je als team moet kunnen opbrengen om gewoon... Die lijntjes te blijven lopen. Zij zit ook in de nummercijfers 10 punten. Ja, dan nou zorgen dat je nog één aanval weggeeft. Ja, en 1 tegen 1 denk ik. Zou een logische keuze zijn. Over Zoe heen, Lisanne. Krijg nog 1 aanval van Den Helder. Ja. Met een 17 punt voorsprong voor Bemmel. Ja. Het wordt een 1 tegen 1. Van Kiki tegen Crazy. Step back. Ja. Ja hoor. Oh. Maar dat kan Helderse formatie wel wat energie gaan geven. We zijn toch weer terug naar 14 punten. Ja.
Ja, dus dat betekent dat je het laatste kwart wint met 2, hè? Want we gingen met een 12 punten voorsprong rusten. Hey. Even luisteren. I know how you feel now after this stretch of 3-4 minutes. But be sure, we won the quarter 2 points up 14. Okay? We can't expect them to go down like a Jolly Jumpers or a Utrecht. So stay locked in. Whatever happens, be consistent on defense. On offense, when in doubt, go in the up. Go in the up. It served us really well in the first half. Now a couple of times we're freestyling. Yeah, if it's a play call, it's a play call. Now let's go. Against the press, yeah, if we see it again, and I expect we will, we're looking at this pass back. Find this one. An open heart to the side, it's open. Yeah. They're expecting us to make this pass, so we want this or this to happen. Yes? Hey, we're doing a good job. Nou, terwijl we hier toch echt nog wel een heel spannend vierde kwart tegemoet kunnen zien. Want nou, Den Helder zal absoluut wat energie gekregen hebben door die mooie step-back drie punten van Kiki Fleuren. Die brengt het terug naar 14 punten, dus dat zit perspectief in. Ja. En ook eigenlijk wel hoe het spel nu verloopt. Zie je dat Doosje er wat meer energie in steekt, wat ik altijd wel heel belangrijk vind. Oké, we hebben... Dezelfde 5 met Crazy op de punt. Ja, toch mooi dat hij dus een turnover gelijk van aan zijn kantenbeen. Ja. En een steal terug. Ja. En een onderbal. Ik denk het niet. Twijfel ik ook over. Maar ja, het is toch mooi dat hij ook zeker... Dus je ziet nu Den Helder toch een beetje het momentum creëren. Hij zei toch whiteball? Ja, nou. hij wilde hem corrigeren, maar hij komt er voor terug. Nou, toch is de bal voor blauw nu, dus ja. Hij heeft toch een correctie gedaan. Maar dat hij dan toch ervoor kiest om Anne nog aan de kant te houden. Terwijl je toch ziet dat hij aanvallend wel de lijnen echt goed uitzet en ook zelf natuurlijk dreiging heeft. Ja, Lisand staat nu op Kiki. Courtney gaat 1 tegen 1. Oeh. Ah, daar moet je geen fout op maken, een onmogelijke actie. En dat is ook gelijk de vierde van jullie, hè? Ja. Er zal wat beweging komen aan de zijkant. Maar ik wilde even het bruggetje maken ook, want natuurlijk is deze wedstrijd nog niet afgelopen. Maar we krijgen vanmiddag nog een aantal mooie wedstrijden in de Women's Basketball League. Om 6 uur kunnen we kijken naar Utrecht. Ik heb hier Utrecht versus Kangaroo staan, maar dat kan niet. Nee. Soms spelen ze wel tegen zichzelf, maar dat is een ander aspect. Ah, Utrecht doet het gewoon goed, lekker stabiel aan het doorwerken aan de organisatie. Dus goede initiatieven daar in Utrecht, mooi. Ja, ah, het is Utrecht tegen Binnenland, dat wist ik trouwens wel. Utrecht tegen Binnenland om 19:30, terwijl we de 3 punten van Lisanne zien. Ja, heel belangrijk. Om 19:30 krijgen we Landslake Lions tegen Grasshoppers en ook om 19:30 Sparks tegen Triple Threat. Dat is ook wel een belangrijke wedstrijd om die laatste playoff plekken. Ja. Allemaal te kijken via womensbasketballleague.nl, waar Robin van der Beeld en zijn team alle livestreams, alles voor jullie hebben verzameld. Echt een website met heel veel info. Terwijl we hier een end-one zien. Ja, in eerste instantie goed verdedigd. Courtney kon de bal krijgen, maar stond er gelijk weer aan. Lisanne stond in de defense erachter. En ja, dan gaat het erom dat je die misgeschoten bal pakt. Nou, Courtney is daar gewoon heel... Die komt zo snel weer omhoog naar de eigen actie. Ja. Dus dat hou je eigenlijk niet tegen. Nee, toch ook echt een genot om haar weer terug te hebben op de Nederlandse velden, hè? Absoluut. En ook in de dubbele cijfers nu 10 punten. Ja. Zonder press. Ja, 1 keer bijna een steal uit. Voor de rest toch nog niet zo'n hoog rendement, vind ik zelf. Nee. Dit is makkelijk te verdedigen nog steeds. Later in de shotblok, 3 punten van Cateau, maar daar zat Yannick nog aan. Kiki wide open. Nee.
Maar Sarah, zo. Sarah met de aanvallende rebound te missen en uiteindelijk de rebound voor Anne. Ja. Maar we zagen van, dit soort unforced turnovers zien we toch wel vrij veel bij Memmel. Jordi Kampman terug met 4 fouten, maar vervangt Aza Kantenbeen. En wij zitten hier wel heel mooi, hè? Dus wij zagen echt al precies in dat die bal van Kiki, dat hij niet recht naar de ring ging. Ah, dit zijn wel de schoten die ze moet nemen. En zo. Maaike Klein. Ja, nu is het belangrijk om de controle te houden, je lijntjes blijven lopen en zeker niet dit te doen en zeker niet ook een fout te maken. Courtney mist, aanval de rebound van Sarah, out of bounds, balbezit blijft voor Den Helden. Ja, komen we goed weg als Bemmelaren, anders komt die 10 punten, dat is toch een beetje een belangrijke grens om in de gaten te houden. Ja, zeker. En ook dat Vincent grijpt nu toch misschien wel weer wat sneller dan hij lief is terug naar Julia en ook naar Jordi natuurlijk. Hier punt de Kiki mis, rebound Lisanne. Ja, goede aanval. Kedenel. Komt nu toch. Ja. Op tafel zitten we op een goede plek. Kijk, weer een turnover. Dus ik denk dat we een time-out gaan krijgen. Die gaat ze doen. Zo. And one. Ja, en een time-out. Yannick van Veen, 4 punten tot nu toe. En de fout van Yveske, dat is haar tweede. Dus zij kon hem wel hebben, maar die 10 punten staan weer op het bord. En ze krijgen nu de kans met de vrije worp van Yannick om terug te gaan naar de single digits. Ja. En Yannick is toch over het seizoen gezien een 75% vrije worpschutter. Dus, ja. In up. You're switching out on top. So screen your own. It takes some extra time. And that's the simple solution. But offense, step up, go to the basket. Take one on one. You're faster. Use that advantage. With this lineup, some horns and some fists again, so we can take advantage of it. Defensively, if they grab steals in transition, it's hard to get our defense going. But also two possessions. All of a sudden, we're not in control on the baseline out of bounds, which we've been doing great all day. That's just focus and communication. Zou dit nou ook vermoeidheid zijn, René, wat nu een part gaat spelen? Ja, nou, misschien ook wel een beetje in het hoofdje. Je komt van een ruime voorsprong, komt een helder toch terug in die wedstrijd. Dus het zorgt voor een beetje onzekerheid. Ja. Nou, je komt toch een beetje in de foutenproblemen misschien wel. Jordi 4. Julia 4. Julia 4, dus dat geeft ook een beetje onrust. Eens kijken of Den Helder nu wat meer risico neemt in de press. Oeh, Yannick mist hem. Ja. Dan nou op zoek naar toch wel weer naar de verruiming van de voorsprong. Ja. Op zich een goede aanval. Ja. Die maar net. Zoe Slachter terug. Zoe Slachter voor Courtney Travers. Toch neem ik aan dat Courtney weer snel terugkomt. Lijkt mij ook. Kijk, zou ik er 1 tegen 1 pakken nu, als ik Maaike was? Ja, zeker tegenover Jordi. Zo. Hier mag wel heel veel. Goeie rebound van Lies. Ja. Ik zou dan toch wel echt kiezen voor zekere passes, want ook deze met Jordi ging weer bijna mis. Ja. Fout van Maaike Klein. Bovendien had hij net die actie van Zoe had ook nog een fout kunnen opleveren voor Julia. Dat is de derde van Maaike. Derde fout van Maaike Klein. Ja, nou dat er komt er nog wel eentje bij hoor. Herkennende. Ja. Gaat ze die 4 tegen wel maken. Jolver 3 mis en de bal is voor
Bemmel, of voor Den Helder. Ja. Ja, nu, kijk, met ruim nog 6 minuten is de tijd genoeg voor Den Helder om wat te doen. Dus niet overhaast je schoten gaan nemen, goede schoten uitkiezen. Kijk, je hebt pas 1 fout op het bord staan. Ja. Dus je moet eigenlijk even kijken. Dus ze lopen eigenlijk. Sarah Kerr. Dit kost Den Helder wel energie. Kijk, als ze dat volhouden tot het einde, dan kun je het spannend maken. 3 seconden. Come on, you. Een onsportieve fout voor Yveske. Nee, Julia. Julia. Dus die is klaar. Ja, als ik het dan heb over controle houden, is dit natuurlijk wel een aspect daarvan. Het is een 5e fout, opzettelijke fout, 2 maal aan zijkant. Ja. Nou ja, Julia verlaat het veld met 17 punten. Ja, als het even tegen zit, dan ga je met de vrije worp al naar 6. Als je dan ook nog een score tegen krijgt, in aanval. Ja. Ja. Dan wordt het 4 of 3. Maar dan is het op zich, als je kijkt richting de play-offs, is het dan wel lekker dat Bemmel in ieder geval aankomend weekend niet hoeft te spelen. Dus dat scheelt, ja. In ieder geval wat rust geven aan je speelsters. Ja. Maar goed, je wil deze wedstrijd wil je gewoon winnen. Ja. Zeker als je zo ruim hebt voorgestaan. Dus, de laatste beetjes eruit halen nu. Kiki voor 3. Lise mis en de rebound is voor Yveske. Goed verdedigd wel van Bemmel. Kiki kwam wel vrij, maar ja, toch wel onder druk. Genoeg nog het druk, schot nemen. Ja. Ja. Nou. Alsof je er verstand van hebt, René, want die komt gelijk terug. Ja. Tegen 1, denk ik. Ah, netjes gespeeld. Ga door. Jammer. Ja. Hey, Kiki sterk. 4 punten. Ja, dan wat ga je als Vincent doen, hè? Die heeft natuurlijk en een aanvallende fout. Ja, die kon ik niet goed zien. Dan krijg je ook op dat moment wel alles tegen. Ik heb het niet gezien, hè, maar de wet van Murphy is natuurlijk dat je dan alles valt de verkeerde kant op. Ja. Ja, wat ga je nu doen, hè, als coach van Bemmel zijn? Je hebt nog 1 time-out. Crunchtime kan het toch heel spannend worden, ja. Nog? Goeie steal. Goed doorzien van Anne. Ja, wat ga je doen? Je moet in ieder geval zorgen dat, dat kun je van de kant ook een beetje regelen, een goede aanval stuk. Kijk, dit is niet wat je wil. Nee, te riskant op dit moment. Te riskant op dit moment. Dus, Hilo. Ja, Courtney nu tegenover Anne. Maaike sterk naar de ring, Anne met een rebound en dat is een fout. Ja. Rebound. Dan gaat Courtney over de back krijgen. Ja. Maar Maaike heeft wat last. Ja. Lijkt wat geblesseerd. Ja. Nou, Yannick pakt Anne wat eerder op. Yveske voor 3, die deed dat deze heel veel in Barendrecht. Ja. Oké, kijk, wat Mario nu doet is duidelijk de offense organiseren nu. Dat is ook wel belangrijk om je team te helpen. Kijken wat je wilt, kijken naar welke spelers waar staan. Ja. En ze willen heel graag Courtney onderin hebben. En dat gaat iets opleveren. Ja hoor. 12 punten al voor Courtney nu. Ja.
en 2 punten verschil in de wedstrijd. We gaan naar een spannende slotfase toe. Nou, we zitten weer op een puntje van de stoel. Oh, dit is een mooie actie van Lisanne. Kruip door, sluip door. En de rebound van Zoe Slachter. Ja, die speelt een goede derde en vierde kwart zo. Ja. Een van de redenen dat Den Helder terugkomt in de wedstrijd, vind ik. Loppaasje. Niet te hard. En dan is het nu zaak om die 10 seconden niet van de goed vol te houden. Wauw, en de voorsprong voor Den Helder. Ja. Kijk, nu Jordi geeft goed de aanval aan. Dat is belangrijk. Ja, dat is een fout van Kiki. Maar niet onverstandig. Op dat moment hou je toch Lisanne van de score af. Dat is de derde teamfout, hè? Dus we hadden ook nog wel wat weg te geven. Ja. Oeh, Katoje was er. Ja. Oh, sterk hoor van Yveske. Goede drive tegenover Sarah Curran. Ja. Oeh. Ja, dan krijg je toch weer... Ja, Jordi tegenover. Jordi kan ook niks meer doen, hè? Nee. Spannend. Ik denk dat de mensen thuis ook zitten te genieten. Ja, dat hoop ik wel. Het is in ieder geval weer een mooie, mooie vulling van de tweede paasdag. Waar we natuurlijk sowieso niet zoveel kunnen doen. Lisanne naar de ring. Loopt daar tegen Courtney op. Die de fout krijgt. Ja. Ja, het wordt nu belangrijk om je vrijworpen te blijven maken. Ja. Ja, en Lisanne zal nou toch ook wel nagaan denken. Of in ieder geval... Met in gedachten terugdenken aan de 2 vrije worpen die ze nam op heel belangrijk moment tegen Katwijk hier thuis. Ja. Die ze toen allebei miste. Ik moet dat soort dingen ook gewoon niet meer zeggen. Nee. Ja. Maar wel heel sterk die aanval weer aanpakken. Dus, top. En dan kijken in ieder geval de laatste 2 minuten. Oh, lekker feekje. 3 seconden nog. Lies in de buzzer. Nee, en de rebound is voor Courtney. Ja. Ja. Stop maken. Zonder fout ook nog, want anders kom je ook nog in de problemen. Screen op de bal. Courtney gaat inside. Mooie aanvalsopzet in ieder geval. Lijkt me logisch, high-low. Oh, ja. Jordi staat op Courtney. Het is ook. De rebound is voor Den Helder. Maar hij heeft de ring niet geraakt, denk ik. Toch wel. Volgens zo. Riesco had heel duidelijk dat de ring wel geraakt heeft. Dit is een loop. Nou, dit is geen loopovertreding, officieel gezien. Nee. Dat was een schoppoging natuurlijk. Ja. Vraag even aan de regie of we die een herhaling kunnen krijgen dat hij de bal erin geraakt heeft. De scheidsrechter geeft aan van wel, dus dat is ook einde discussie gelijk. Ja, dat is, heb ik geleerd. Zo. Oh, het gaat nu toch wel een beetje... Allemaal net wel, net niet. Ja, hè? Precies. Ja. Dit is ook niet de matchups die je wil hebben. Kijk, nu wel. Nu creëer je iets, goede help. Daar buiten, help. Ja, deze gaat raken. Ja. Dit is hem. Ah, jammer. Dat had je de wedstrijd zo gegund dat Jordi deze bal erin gooit. Ah, we krijgen nog time-out, want... Oeh, jongens, zeg ik maar net goed. Ik snap niet dat Den Helder zoveel tijd neemt. Aanval de rebound van Courtney weer, die maakt ruimte. Time-outje, denk ik. Ik denk dat hij nog even wacht. Derde fout van Yveske. Je moet in ieder geval zorgen dat je organisatie klopt. Je hebt nog 1 lange aanval. We zagen gisteren of eergisteren zagen we in ieder geval in de DBL in Rotterdam dat Toon van Helfteren werd weggestuurd. Dat hij een time-out onder voorwaarden had aangevraagd aan de tafel. En er was een heleboel gedoe. Oh. Dus ik denk dat Vincent nu nog wel heel even wacht met het aanvragen van die time-out. Als hij die wedstrijd gekeken heeft trouwens. Ja. Even kijken wat ze nu beslissen of ze...
wat ze gaan doen na de vrije worp. Courtney miste de eerste. Ja. Maar de tweede is raak. Het is een 2-point game. Vincent houdt de time-out nog heel even op zak. Ja. Goed verdedigd. Ja, goed verdedigd. Nu moet je een fout maken. Ja, of een sprongbal halen. Sprongbal halen, want de bal is voor Den Helden. Ja. En dan krijg je de time-out van Mario. En dan moet je fouten gaan maken. Ja. Nou, dan is de zaak om zodanig te organiseren dat de bal bij een goede vrije worpschutter in de hand komt bij de inbounds pass. Nou, als we dan even kijken naar de seizoensgemiddelde, in ieder geval van de mensen die nu in het veld staan. Ja. Even kijken. Ja, dan zou ik hem denk ik toch bij Courtney bezorgen. Right. Yeah. In ieder geval kijken of dat die bal bij Courtney in de handen kan komen. Ja, als je daar, maar goed, als het goed georganiseerd wordt, zal zij... daar niet komen. Dan zal Kiki of Janiek de bal moeten krijgen. Maar goed, weet je nog de grootste voorsprong waar we over zaten te denken dat het naar de genoeg aantal in de 30 zou kunnen gaan? Is dat toch niet zo lang geleden? Hoor dat Vincent nu ook een beetje twijfels heeft of de sprongbalpijl wel de goede kant op staat. Ja, die twijfel had ik ook. Ja, ik twijfel ook wel enigszins. Maar goed. Ja, dat zullen de scheidsrechters ook niet meer weten nu. Nee. Vincent gaat in ieder geval zelf ook even kijken of de pijl echt wel die kant op staat. Of het geen 1 april grap is hier op 5 april natuurlijk. Nou, zo kun je het ook organiseren dat Courtney de bal moet nemen. Ja. En dan gaat hij of naar Kiki of naar... Sarah of naar Yannick. Ja, hierom. Ja. Ja. Nou ja, Yannick hebben we het er straks al een keer opgezocht natuurlijk. Maar Yannick is 75% vanaf de vrije worplijn dit seizoen. Ja. Nou, dan hopen dat ze de eerste mist en de tweede raakt. Want dan kun je nog wat. Ja. Nou, toch al een paar keer gezien dat ze goed naar ons luisteren. Ja. Zie je. Time-out, ja, logisch. Ja. Bij wie zou je de bal nu in de handen brengen, René? Nou ja, goed. Kijk, je hebt je verschillende opties. Je hebt een paar driepuntjes gemaakt. Je kunt zeggen van, ik zorg... dat na de eerste of tweede paas ik die voor die drie punten ga. En uit een of ander dubbelscreen of een stacked screen. Kijk, dan ga je voor de drive. We kunnen even luisteren. Jordi is de screen own, open up on the four. Yeah. Same action. But set a good screen here for Lizana to exit. Yeah, for Lizana to exit. We're looking at this one to score. If it's not there, rescreen and open. Put the two of you on top. There's some time, but we want to pull on a three. Yeah. Yeah, we want to pull on a three. Flip. Yeah. So normally we don't set this, but now give it hard. Start here, then curl around and get her over the baseline. Aggressive. Nou, is in ieder geval heel duidelijk. Ze gaan voor de drie punten. Ja. En dan denk voor de snelle fout. Ja, ook of, die. Of niet, en dan ga je naar de verlenging toe. Ja, op zich 10 seconden is natuurlijk wel redelijk, daar kun je nog veel in doen, hè? Ja. Zeker omdat Mario natuurlijk ook nog een time-out heeft. Ik bedoel eigenlijk, als het 3 punten niet valt, dan zul je toch naar de snelle fout toe moeten. Dat sowieso, ja. Maar als die wel valt, dan zal Mario gelijk in de time-out duiken. Ja. Die zal er voor 3, wordt geblokt. Baseline aan Wout, die zal vond dat er meer was dan alleen de bal. Ja, 2 seconden eraf. Zelfde optie, denk ik. Ja, alleen dan maar Kiki hebben we nu in de gaten. We gaan naar Jordi. Die buiten het veld staat. Oh. De klok liep door. Dus ja. Die wordt... Ja, scheidsrechter aan het even organiseren.
is in ieder geval balbezit en Mario neemt zijn time-out. Ja. Ja, dit hadden we met rust niet verwacht, René, dat het nog zo'n zware opgave zou worden. Nee. Nou ja, wat we zien, ik zei bij de rust, Mike, Yannick en Kiki hebben te weinig punten. Nou, Kiki en Yannick hebben dat toch wel even zich aangetrokken. Ja. En die zijn nadrukkelijker. Courtney probably inbound, that's the worst shooter, the second worst shooter is the big girl. So over play the rest, allow the big girl to open up, follow her. Yeah? And if you are you're in on the inbounder, take some distance from her, so maybe they give her a quick pass back and then we can follow. But we gotta be quick about it. One more timeouts. Yeah? We got, if they miss both, Voor Den Helder is gewoon zaak om een goede inboundspaas te geven. Ja. Kijken of ze hetzelfde organiseren, dat Kort niet weer de bal uitneemt. Dat Yannick of Kiki naar die bal toe komen. Ja, dat is wel wat Vincent verwacht, hè, dat Courtney hem inneemt. Ja. En dan daarna, als ze de fout niet op Courtney kunnen maken, dan maken we op Zoe, was het verhaal. Ja. Maar goed, eerst eens kijken. Het mooiste is natuurlijk als ze gewoon de steal kunnen pakken. Ja. Face guarding ook van Yveske. Ja. En de fout van Anne. 5 seconden op de klok. En Kiki is eigenlijk degene die op zo'n moment niet op de vrije worplijn wil hebben. Kiki. Eentje moet je er toch wel kunnen maken, want anders geef je nog een kans weg. Ja. Dat zou zonde zijn vanuit Den Helder's oogpunt bekeken. Nou. Ja, moet Den Helder haast een fout gaan maken op de 3 punten? Nou, dat zou ik niet doen. Lies legt hem in ieder geval aan. Nee, hij is mis. En de winst gaat naar Den Helder. Ja. Nou ja, daarmee weten we in ieder geval zeker dat Lekkertek derde wordt in de competitie. En dus volgende week dinsdag dat hij het thuis opneemt tegen de Jolly Jumpers. Ja. En je ziet wel hoe blij ze zijn in Den Helder met deze overwinning. En dus van hoe diep ze hebben moeten knokken om het te halen. Ja, absoluut. Ja, we hebben toch wel iets vreemds zien gebeuren, denk ik, in dat vierde kwart. Ik denk ook dat we straks op de scouting maar ze naar het balverlies moeten kijken. Ja. Dan als we kijken naar de volgende wedstrijden, dan speelt dus inderdaad Den Helder op 10 april thuis tegen Binnenland. En die zullen samen gaan uitmaken wie er eerste komt te staan. Ja. En dat is een voordeeltje voor Binnenland. Die hebben met 6 punten verschil thuis gewonnen van Den Helder. Dus dat wordt heel spannend. Ja. Nou, we gaan zo meteen ook nog even vragen. Als het goed is, krijg ik Vincent van Sliedrecht en Anne van Vlijmen nog even voor de camera. Voor de microfoon eigenlijk. Ja. Ja, dat is jammer. Dat had denk ik niemand verwacht. Nee. Na zo'n goed basketbal, lekker tempo, lekker schoten die vielen. En dan doe je zelf eigenlijk veel te kort. Ja, absoluut. Absoluut. Ja, want wat is nou echt als je kijkt en waar heeft Bemmel de wedstrijd laten liggen? Ja, er sluipt wat onzekerheid in. En dat komt enerzijds door het balverlies ook. Een stukje vermoeidheid misschien, hoewel ik dat niet helemaal zie. En het schotpercentage zakt natuurlijk ook. Je ziet wel, wat ik ook zag, dat ook wel, het leek ook wel in dat Den Helder echt met veel meer energie ging spelen. Die kwamen echt... toch wel heel scherp, echt heel goed uit de rust. Waardoor we misschien wel een beetje hebben laten overdonderen. Ja. Ja, je 3 puntjes vallen op een gegeven moment ook niet meer. Nee. Dus het is ook jammer dat vierde kwart. En dan kijken we heel snel even naar de turnovers. Je eindigt op 19. Dus je gooit er in het kwart ook nog 5 weg. Ja. Dus dat is te veel. Ja, en Den Helder is gewoon derde en vierde kwart agressiever. En er komen wat meer mensen bij hun in de wedstrijd. Ja, dat is jammer. Ja. En ik denk dat de vijfde fout van Julia ook nog wel heel met de opzettelijke fout. Ja, die was een belangrijk breekpunt was. Vervelend moment ook. Ik zie Vincent al die kant op lopen. René, dat betekent dat wij nu samen alvast gaan afsluiten. Ja.
René, ik vond het heel erg leuk om dit met je te mogen doen. Dankjewel voor je, ja, voor je tijd en je komst. En ik hoop op nog een keer. Het was een pittige wedstrijd hier. om het zo eens even mee te maken. Zeker. Nou goed, op naar de play-offs. En kijken of we dat beter kunnen doen. Daar gaan we voor. René, dankjewel. Ja, graag gedaan. Ik ga richting Vincent voor het interview. Alles wordt klaargezet voor het interview. Yes, Vincent. Ik denk dat hier een teleurgestelde coach staat. Omschrijf ik dat dan goed? Teleurgesteld over één kwart. En het valt wel mee. Het valt wel mee. Ik denk dat we laten zien dat we het elk team heel moeilijk kunnen maken. En we laten een enorme verbetering zien ten opzichte van de wedstrijd uit bij Den Helder. Dat zijn aanknopingspunten waar je ontzettend blij van wordt. Je ziet in het vierde kwart dat we simpelweg jong en onervaren zijn. En dat de spanning erin sluit. De enige manier om daar beter in te worden is zulke wedstrijden te spelen. En dat we onszelf in de positie brengen dat we zo'n wedstrijd kunnen spelen. Is al een enorme stap ten opzichte van de wedstrijd uit bij Den Helder waar we nooit in de buurt kwamen. Dus, nee. Tuurlijk wil je hem winnen en daar ben je teleurgesteld over. Maar ik denk dat we weer een stap maken die gemaakt moest worden. Dat doet wel zeer. Ja, dat wel. Maar je ziet inderdaad wat je zegt. Drie kwarten lang kun je echt heel goed bijblijven. Of sterker nog, sta je gewoon voor. Hè? Ik denk dat ze in Den Helder in de rust ook wel echt als een klap aankwam hoe jullie stonden te spelen. Waar verlies je hem op? Is dat echt die onervarenheid, denk je? Ja. Ik kan de statistieken er wel bij roepen, maar ik denk dat dat allemaal exponenten zijn van het feit dat we gewoon een beetje bang aan het basketballen zijn. We gooien opeens 8 turnovers in het vierde kwart, terwijl we de hele wedstrijd maar 11 hadden. De rebound kunnen we opeens niet meer controleren. We houden hun, ik durf niet met zekerheid te zeggen, maar volgens mij hadden ze 0 of 1 driepunten raken in de eerste drie kwarten. En opeens vallen die ballen dan. En dan zie je dat zij gewoon in crunch time als het moet, net wat meer die killer mentaliteit hebben. En nogmaals, de enige manier om daar beter in te worden is zulke dingen te accepteren en jezelf te beloven het de volgende keer iets harder te proberen. Nou, maar dit belooft wel echt wat, Vincent, voor de playoffs. Hè? Als je kijkt hoe dat jullie het nu Den Helder heel moeilijk maken, binnenland blijf je het moeilijk maken. Je ziet dat Grasshoppers aansluit. Nou, ja. Dit wordt een hele mooie play-off serie waarin je absoluut niet onderdoet en absoluut nog geen gedoodvechte kampioen is. Wij zeiden voor de wedstrijd dat we hoe we de bal delen en tactisch hoe we basketballen, dat we absoluut thuis horen in de top. Maar dat het in hoe fysiek, agressief en die killer mentaliteit, dat we daar nog wel eens niet thuisgeven, zeg maar. Ja. Ja, nu doen we een drie kwart wel. En helaas was het dan net niet genoeg om hem mee te nemen. Ja. Nee. Hey, je moet nu heel snel schakelen. Dat zal in de playoffs ook veel van je gevraagd worden. Kun je dat nou makkelijk, deze wedstrijd weer loslaten en dan zo meteen je focus op de wedstrijd van Joost tegen Ares? Of, Ik denk dat het coach bestaan, dat juist je emoties snel los kunnen laten en handelen naar wat er praktisch moet gebeuren, wie welke plek moet gaan staan en
Dus ik zeg niet dat ik er goed in ben, maar ik denk dat er een hoop mensen minder goed in zijn. Ja, dat kan me voorstellen. Ja. Ik heb je nog niet gefeliciteerd natuurlijk. Je werd bij Binnenland al mooi verrast met een mooi rompetje. Ja. Je bent rustig aan je starting five voor over een paar jaar aan bouwen. Nou, ik zei al tegen Lisanne, je hebt nog een jaar of 16 en dan hebben we een nieuwe small forward die kan starten. Ja, ja. Zeker goed. Vincent, ga je voorbereiden op Joost. Veel succes zometeen en dankjewel. Dankjewel, felicitaties. Dankjewel. Fijne dag. En dan krijgen we zo meteen nog voor een interview Anne van Vlijmen. Die ons nog haar visie over de wedstrijd gaat vertellen. Vincent was heel duidelijk heel erg trots op zijn ploeg. Hè. Als je dit al kan laten zien nu in de voorbereiding op de play-offs die dus volgende week dinsdag gaan beginnen. Ja, enorm belangrijk en enorm mooie wedstrijd hebben we gezien. En helaas niet de overwinning van Lectitec kunnen behalen. We gaan zo nog heel even luisteren wat Anne te zeggen heeft. Yes, Anne. Teleurstelling is groot, zo te zien. Ja, dat was wel echt goed zuur. Ik denk dat we 2,5, 3 kwart echt wel echt goed basketbal lieten zien. Vooral echt de eerste helft. Goed de bal deelden en dan zie je gewoon hoe goed we kunnen zijn. En dat het dan zo, ja, dat we hem weggeven is wel, ja, het doet gewoon pijn, ja. Ja, dat snap ik. Maar op zich, kijk, als je kijkt naar die eerste 2,5, 3 kwarten. Ja, ik denk dat jullie daar echt heel mooi basketbal laten zien. En ook echt laten zien dat je Den Helder heel erg moeilijk kan maken. Ja. Wat je ziet natuurlijk is dat je op een gegeven moment, zeker in crunchtime, mis je toch wel Julia die met 5 fouten aan de kant zat, hè? Ja. Hè, dan kon je Corny inside wat minder stoppen. Ja. Ja, en Kiki maakt het jullie toch ook wel heel erg lastig. Ja, zeker. Die ging in het vierde kwart even aan. Dus ja, je weet dat dat een Helke zulke speeltjes heeft en dat dat kan gebeuren. En, maar goed, wij doen daarin te weinig terug en ja, dat is gewoon zonde. Maar wel heel veel ervaring die je meeneemt, denk ik weer, hè? Om ook dit soort wedstrijden veel te spelen. Ja, het is wel goed dat we nu eigenlijk een beetje 3 wedstrijden op rij dat hebben gehad. Balen dat het niet onze kant opvalt, maar het is wel goed richting de play-offs, want dan gaan de wedstrijden natuurlijk, dan gaat het ergens om, dan gaat het spannend zijn. Dus hier moeten we wel wat beter mee omgaan, maar goed, ja. Aan de ene kant, we kunnen wel tevreden zijn over hoe we dit seizoen aan het spelen zijn en ook die 3 kwarten ongeveer. Maar je zegt hoe we nu dit seizoen aan het spelen zijn. Ik denk dat dat ook zeker voor jou geldt. Want ik denk dat jij echt een van je beste seizoenen ooit wel speelt nu. Ja, wel. Zo voelt het misschien nu niet, hè? Nee, ja, nu voel je niet echt top of zo. Maar
Ja, dat is wel, ja, natuurlijk, dat voel je ook wel, maar ja, ik ben daarin ook niet dat ik dat echt... Nee, maar je bent wel gewoon, je ziet wel dat je nu heel belangrijk bent. Hè? Je staat op, je leidt je ploeg, scoren doe je mee, je strooit met assists. Ja, ja, over het algemeen wel. Ik denk dat vandaag in het laatste kwart wat meer had mogen opstaan, wat meer leiding had mogen nemen in de aanval. Ja, daar reken ik mezelf wel aan, maar ja, over het algemeen dit seizoen gaat het wel aardig. En je ziet ook met name in de crunch time dat veel van die net niet balletjes dan ook echt niet worden. Ja. Hè? Dus veel onforced balverlies. Ja, ja, we hadden echt heel veel turnovers op het eind. Ja, dat is ook wel een beetje misschien jongheid en onervarenheid in die situaties. Dat we toch denken van het moet nu, zeg maar dat. Ja. En dat uitzicht ook, dat zie je. Ja. Dus dat, daar moeten we kijken hoe we daar wat beter mee om kunnen gaan. Zit er ook een beetje vermoeidheid in? Nou, we hebben wel een druk programma. Ja, aan de ene kant, ja, je kan wel wat vermoeider zijn, maar dat hoort niet mee te spelen. Je moet gewoon volle bak gaan en daarna kan je moe zijn en uitrusten. Dus, ja. Nou, je kunt nu even echt een periode uitrusten, want de volgende is volgende week dinsdag. Ja, dat is wel lekker. Speel je thuis tegen Jolly Jumpers. Jij is al zeker? Ja, Jolly Jumpers is zesde en wij zijn zeker derde geworden nu. Hoe kijk je daar naartoe? Naar de playoffs? Want het wordt echt... is aan, zullen we maar zeggen. Ja, ik denk dat het wel echt wel een spannende playoffs gaat worden. Ik denk dat iedereen ook van iedereen kan winnen. En dat is denk ik niet per se echt één torenhoge favoriet. Dus ik denk dat het heel spannend gaat worden. Maar ik heb er super veel zin in. We gaan ervan genieten weer, Anne. Wat hebben we vandaag ook gedaan? Het was echt weer een wedstrijd op het puntje van de stoel. Jammer dat we hem niet weten binnen te halen. Ja, maar we gaan voor de playoffs. Dank je wel. Yes, alsjeblieft. Oké, thanks, Anne. Nou, daarmee komen we aan het einde van deze livestream. Ik wil even in het bijzonder natuurlijk nog mijn gast René van der Wielen bedanken. Erg leuk om dat op deze manier samen met René te kunnen doen. De wedstrijd Lectatec Doji BV Den Helder 66-70. Die stand ontstond via 27-17, 42-30, 61-47 en uiteindelijk 66-70. Topscorer van de wedstrijd met 23 punten, Lisanne de Jonge. Gevolgd door 17 punten van Courtney Treffers. Nou, we zien u graag weer terug. Volgende week dinsdag spelen we hier thuis om 8:30 de wedstrijd tegen Jolly Jumpers. Ik dank jullie voor het kijken. Ik dank ook in het bijzonder weer Jeroen Guldemond en alle cameramensen, hengelaars en de hele crew die deze livestream weer mogelijk hebben gemaakt. En ik dank als laatste u thuis voor het kijken en graag tot volgende week. Vergeet zeker niet om 4:30 nog af te stemmen op de wedstrijd van Joost United. Die nemen thuis op tegen Ares Leeuwarden. Voor nu nog een hele fijne tweede paasdag.